Terwijl de laatste wethouder zich naar zijn plaats spoedt, dames en heren, en bijna alle raadsleden aanwezig zijn, maar meer komen er ook niet vanavond. Van harte welkom, het is half acht geweest, dus we kunnen beginnen. Ik zal niet een bekende tv-presentator paraphraseren. We kunnen beginnen, maar dat doen we wel. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Kamps. Die is vanavond niet onder ons. En voor het overige zijn we compleet. We hebben best een uitvoerige agenda. Eerst hebben we nog het punt, onder het punt mededelingen, de behoefte van een van onze raadsleden om iets te zeggen. En ik heb ook van de wethouder Huizing begrepen dat hij graag iets met de raad zou willen delen. Eerst maar even de heer Boy. Zo ziet het wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u ziet ben ik enigszins gehandicapt. Ik ben 2 weken geleden heb ik een nieuwe heup gekregen. En dat gaat allemaal wel weer wat beter. Alleen, ik heb het begin vorige week heb ik een enorm mooi bos bloemen gehad namens de Raad en de Griffie. En daar wil ik in ieder toch wel voor bedanken, want dat doet je wel wat op zo'n moment. Dat dank u wel. Mooi. Mooi dat het tot steun is geweest. Dat horen we graag. En dank aan de Griffie voor het alert zijn in de reactie. De heer Ten Berg lacht, ik weet niet waarom. Ik stel u voor dat we de heer Huizing ook de gelegenheid geven om u even wat mee te delen over een actualiteit die tot veel vragen heeft geleid in onze richting van dit huis. Ook college, maar ook raadsfracties weten wij, raadsleden. Dus de heer Huizing wil daar graag iets over zeggen. Dat is nu het meest geëikte platform daarvoor. De heer Huizing. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook omdat het anders ongetwijfeld, had uw raad een vraaguurtje gekend, was het daar ongetwijfeld aan de orde gekomen. Dat is er niet, maar volgens mij is het toch wel goed om met elkaar even de actuele stand van zaken te wisselen rondom de overlast. Die met name in de Hegen, maar niet alleen in de Hegen, de afgelopen dagen geconstateerd is van de biovergister in de opstad van de bio-energie Koevoorde, oftewel BEC. Daarvoor is de provincie de vergunning verlener. De provincie is dus ook toezichthouder. Maar voor ons hebben wij aangegeven van wij vinden niet dat dat betekent dat wij geen rol hebben. We hebben namelijk wel een rol als het gaat om de zorgplicht richting onze inwoners en zeker daar waar zij overlast ervaren. En wat mij betreft nog veel erger waar zij gevoelens van onveiligheid hebben omdat er onduidelijkheden zijn over samenstelling. Dus vanuit die hoedanigheid en het grote aantal meldingen wat wij ook hebben ontvangen hierover, hebben wij aangegeven, we gaan sowieso de zaak nauwlettend in de gaten houden. Maar wat wij ook hebben gedaan is een overleg geïnitieerd tussen provincie, RUD en BEC. Dat heeft hier vanochtend op het gemeentehuis plaatsgevonden. En daar zijn, is uiteraard nogmaals bevestigd, nee, het is de provincie die toezichthouder is. Provincie die ook woordvoerder is op dit dossier. Er zijn afspraken gemaakt over uiteraard het zo snel mogelijk terug wegnemen van de oorzaak van de overlast. En er zijn afspraken gemaakt over het zo snel mogelijk informeren ook van omwonenden door het bedrijf over wat de achterliggende oorzaken zijn van de overlast en hoe en wanneer het opgelost gaat worden. Dat was het wat mij betreft en uiteraard, maar dat zult u uit de woorden al hebben gehaald, betekent dat voor ons niet dat wij het nu laten rusten. Wij zullen ook vanuit die verantwoordelijkheid voor, of vanuit de zorgplicht voor inwoners, zullen wij het nauwlettend blijven volgen hoe het verder gaat. Dank u wel. Ik zag al de opgestoken vinger van de heer Stoker, maar ik weet inderdaad dat er ook wel vragen zijn gesteld, ook in onze richting, dus misschien is het verstandig. Ja, ik kan ook de heer Stoker het woord geven, maar ik denk dat het inderdaad verstandig is om iets te zeggen over hoe we met die informatiebehoefte ook van de kant van de raad omdenken te gaan. Kunt u daar al iets over zeggen?
Ja, de heer Stoker heeft inderdaad namens de PAK-fractie een aantal vragen gesteld. Die gingen overigens veel breder en veel verder dan alleen dit incident. Dus die vragen die hebben wij ook uiteraard doorgezonden aan degene die ze echt moeten gaan beantwoorden. Of die ons van een reactie voorzien die wij naar u kunnen doorsturen. Dus die zal op korte termijn zal die volgen. En wat mij betreft is het goed om ook de informatie die wij van BEC krijgen, om die met u te delen, zodat u daarvan ook op de hoogte bent. Goed, nog resterende vragen, de heer Stoker in ieder geval. Ja, voorzitter, dank u wel. Als het gaat om informatie van BEC, dan maak ik me daar wel wat zorgen over. Want de omwonenden die hebben, zoals u weet, informatiefolder gekregen waarin BEC, wat mij betreft, ook echt fake nieuws heeft gezet. Ze hebben gezegd dat de CO2 zou worden afgevangen en dat het zou worden vervloeid in de glastuinbouw. Nou, dat is echt per definitie gewoon een leugen. Dat is inderdaad ingetrokken bij een van de hele vele aanpassingen in de vergunning. Dus hoe kunnen we er nu op vertrouwen dat een bedrijf wat omwonenden nu gewoon echt van fout nieuws voorziet, ook daadwerkelijk te vertrouwen is in het volgende traject als het gaat om informatieverstrekking? En daarnaast nog een aanvullende vraag. Ik begrijp uit de media dat meneer Duut heeft aangegeven als persvoorlichter dat de overlast nog wel even kan duren. Dan ben ik heel benieuwd van, is dat dan een kwestie van een paar dagen, weken of maanden? En is ook bekend welke stoffen vrijkomen? Want het zou zomaar kunnen zijn dat er H2S vrijkomt. En H2S is gewoon ook giftig. En kan inderdaad ook gezondheidsschade veroorzaken. Nou, om op uw eerste vraag naar de betrouwbaarheid van informatie. Nou, dat was voor een deel ook de kern van uw vragen, dus dat die reactie komt. Maar aanvullend daarop, ik heb gemerkt dat de provincie ook vanuit die toezichthouderrol juist heel erg kijkt naar niet alleen Wat zegt het bedrijf, maar ook kan dat worden aangetoond, kan dat worden hardgemaakt. En voor wat betreft de samenstelling van wat nu naar buiten is gekomen, daar zijn metingen uitgevoerd. En daaruit is de conclusie wat er precies in zat, dat moet ik u schuldig blijven. We hopen dat dat juist in die brief goed wordt aangegeven. Maar de eerste conclusie is wel dat er, we zeggen altijd zo mooi, geen gevaar voor de volksgezondheid daarbij is. Dus daaruit mag je dan afleiden dat het niet tot te hoge concentraties van wat dan ook leidt. Ik zou nogmaals, details die zullen zo snel mogelijk gedeeld worden met u, zodra wij ze hebben. Ja, ik wou u eigenlijk voorstellen, het lijkt me niet dat we hier nu een inhoudelijk debat extra agendapunt van moeten maken. Het was een mededeling uit de actualiteit. Ik denk dat het goed is dat de wethouder heeft aangegeven dat hij zich voorstelt dat u van alle informatie voorzien blijft. Hetgeen u in staat zou moeten stellen om inderdaad ook passend om te gaan met degene die u benaderen en vanuit begrijpelijke redenen. Ja, toch nog even één opmerking, de heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, niet geen inhoudelijke, maar wel een procesmatige vraag. Want ik voorzie een brief. Er komt een brief naar de raad toe. Maar die zal ongetwijfeld weer allerlei nieuwe vragen bij raadsleden oproepen. Voordat we per brief of e-mail gaan pingpongen, dan verzoek ik het college nog even na te denken hoe we daar misschien een goed vervolg nog aan kunnen geven. De wethouder. Ik hoor de toevoeging, hoeft niet nu. Dus bedankt voor dit aandachtspunt. En daar zullen we zeker inderdaad kijken hoe we dat ook op een goede manier kunnen gaan invullen. Dank aan de wethouder, wat mij betreft, voor het even bijpraten op dit actuele onderwerp. Daarmee zijn we, wat mij betreft, door de mededeling heen. Mevrouw Driehuis, nog een mededeling? Ja, een hele korte. Ik wil graag bij agenda punt 7.2 de MCO een amendement inbrengen. Dat zou ik voorstellen om dat bij agenda punt 3, vaststelling van de agenda, te doen. Maar daar bent u bij deze vooruitgelopen. Dus we zijn bij agenda punt 3. Een amendement inbrengen, dat kan natuurlijk bij het bijbehorende voorstel. Dus dat wachten we dan wel af. Ik had ook al een verzoek gekregen van de heer Boy en de heer Zuur. Eerst de heer Boy dan. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij willen een motie indienen, vreemd aan de orde van de dag, betreffende kleine windmolens. Die wordt mede ingediend door het CDA en die wordt straks gebracht door de heer Dirk ten Berg. Dank u wel.
De heer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zouden graag punt 6.2 willen verheffen tot een stuk met stemverklaring. Nu een stuk. Een stuk 6.2. Het voorstel in zaken Stichting de Zwanenburg staat nu bij de hamerstukken, maar verzoekt u om een stuk met te verplaatsen onder, onder de categorie stemverklaringen. Dat betekent natuurlijk ook vanzelfsprekend dat ieder andere fractie of ieder individueel raadslid die de behoefte zou hebben om over dit punt een stemverklaring af te leggen, dat die natuurlijk op diezelfde mogelijkheid kan terugvallen. Ja, verzoek is gehonoreerd. Alle drie de verzoeken, denk ik, betekent in de richting van de aangekondigde motie zijn de vreemd aan de orde van de dag dat die aan het eind van de bespreekpunten zal terugkeren op de agenda. Dus dan hebben we het over een extra agendapunt 7.5. Verder geen opmerking over de agenda, dan is die conform deze wijzigingen vastgesteld. Dan, dames en heren, zijn we daarmee gekomen aan, even terug scrollen, de besluitlijst van de vorige raadsvergadering van 21 mei. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Nee, niet. Is de besluitlijst conform vastgesteld? De voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken, bij de raad ingekomen stukken. Wenst iemand daar nog een wijzigingsvoorstel te doen voor de afdoening? Niet het geval. Dan doen we het conform, de voorstel, met voorstel. Dan zijn we daarmee bij de categorie 6, de hamerstukken. Ik noem ze toch eventjes voor de volledigheid. Het voorstel in zaken de veiligheidsregio Drenthe, het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020. Voorstel in zaken de jaarstukken GGD Drenthe. En het voorstel in zaken de financiële stukken RUD Drenthe. En het voorstel in zaken bestemmingsplan Ermdalenstraat 26-Molenweg. En het voorstel in zaken bestemmingsplan buitengebied Koevoorde Natuurbegraafplaats Meppen. Het voorstel in zaken de jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van het recreatieschap. Dat zijn de hamerstukken. En die zijn bij deze hamerslag dan ook conform de voorstellen vastgesteld. Daarmee zijn we bij het zojuist bij agendaverzoek tot agendapunt met een stemverklaring verheven onderwerp. Het voorstel in zaken Stichting de Zwanenburg Groot Onderhoud en Verduurzaming Drostenhal. In ieder geval heeft de heer Zuur gevraagd om de gelegenheid te hebben om een stemverklaring af te leggen. Ik geef hem graag die gelegenheid en daarna zal ik inventariseren of er nog meer behoefte bestaat aan een stemverklaring. De heer Zuur. Dank u wel, voorzitter. Namens onze fractie, wij willen onze zorg uitspreken over de stand van de bestemmingsreserve onderhoud voor het geheel, dus Zwanenburg en Drostenhal, waaruit nu een stevige hap voor de Drostenhal wordt genomen. Wij willen het college vragen om hierop toe te zien, zodat wij in de toekomst niet verrast worden met de vraag om een extra onderhoudsbijdrage. Wij hebben ook begrepen dat er sowieso nog naar de sportaccommodaties wordt gekeken, zie ook het persbericht van vandaag, verzoeken om dit daarbij mee te nemen. Wij blijven voor dit voorstel. Dank u wel. De vorm van een stemverklaring om een vraag in te verpakken hadden we nog niet eerder gehoord volgens mij, maar we zien nu hoe het moet. En of we dat met elkaar zo voortaan willen, dat moeten we nog maar eens over hebben. Maar het college heeft meegeluisterd. Zijn er anderen die behoefte hebben aan een stemverklaring? Dat hoeft dus niet per se als u wil aangeven dat u kunt instemmen met het voorstel. Nee, in dit geval is het met algemene stemmen aanvaard. Dat brengt ons dan, dames en heren, bij agendapunt 7, het voorstel. Het spannende voorstel ook gehoord, hè, de bijeenkomst in de commissievergadering. Over het vanuit het raadsakkoord over biodiversiteit. Met de documenten erbij, het raadsvoorstel en de opbrengst van de werkconferentie. Een interessante gedachtenwisseling binnen de raad is al aan de orde geweest en de bevragen van de raadscommissie die zich met dit onderwerp heeft beziggehouden. En nu praten we dan over het voorstel zelf. Ik ga er maar even vanuit dat ik alle fracties wel zo ongeveer het woord mag geven. Bij wie wil graag het spits afbijten? Ja, mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel, voorzitter.
Zoals wij in de commissievergadering al hebben aangegeven, had het voorstel wat ons betreft iets scherper gemogen. Uit de reacties van de overige fracties is gebleken dat wij hier vrijwel alleen in staan. Aangezien amenderen wat ons betreft dus weinig zin heeft, zullen wij nog een aantal dingen benoemen die wij belangrijk vinden. In het voorstel wordt genoemd dat de gemeente in gesprek moet gaan met grootterreinbeheerders over afstemming van beheer van terreinen in relatie tot biodiversiteit. De gemeente is zelf ook een van deze grootterreinbeheerders. Wij missen de gemeente zelf in het voorstel. Ja, het is een stuk op hoofdlijnen, maar wij vinden dat de gemeente zelf ook wel expliciet genoemd had kunnen worden. We kunnen wel verwachten dat anderen investeren in biodiversiteit, maar we moeten zelf ook het goede voorbeeld geven. Kijk naar wat we zelf kunnen doen op eigen terrein. We kunnen op die manier makkelijk en tegen weinig kosten veel zelf doen aan biodiversiteit. De Raad heeft een motie aangenomen. Neem deze ook mee in eigen onderhoud. Plantvakken worden nu allemaal op een vrij eenvormige manier ingericht die weinig onderhoud vragen en die ook weinig toevoegen aan de biodiversiteit. Ga eens op zoek naar een inrichting die weinig onderhoud vraagt, maar die wel iets toevoegt aan de biodiversiteit. Die mogelijkheden zijn er. Neem een voorbeeld aan de gemeente Hogeveen. Zij voeren al jarenlang consequent ecologisch beheer uit. Tijdens de werkconferentie zijn er flink wat suggesties meegegeven. Probeer te kijken naar wat haalbaar is en neem deze ideeën mee. Neem het idee van een stadsecoloog. In andere gemeenten is het groen onderhoud veel beter geworden door een ecoloog aan te stellen met een toetsende functie. Wellicht ook een idee voor de gemeente Coevorde. Aan gebrek aan expertise op dit gebied ligt het niet. Binnen de gemeente zijn hier vast mensen voor te vinden. Zorgen voor meer biodiversiteit doen we niet alleen. Zorg dat er voor iedereen een plek is. Verenigingen, jongeren, het bedrijfsleven. En doe dit samen met mensen die dit willen. Ga geen dingen opleggen. Zorgen voor meer biodiversiteit doen we samen. Dan komt het vast goed met Coevorde als biodiverse gemeente. Wij wensen het college veel succes met het ontwikkelen van beleid en we kijken uit naar het voorstel. Dank u wel. Ik dank u wel. Ja, ik word er net door de non-verbale signalen aan mijn rechterzijde op attent gemaakt dat u wel een beetje de lady in the dark bent als u daar het woord hebt gevoerd. Want de camera kan dat kennelijk niet helemaal aan. Het geluid was luid en duidelijk, dat kan ik u wel verzekeren. Maar we doen u eigenlijk een beetje onrecht in beeld. Maar goed, dat is niet anders. Wie? Nummer 2. Ja, mevrouw Visserink, VVD. Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij als VVD-fractie de complimenten geven aan de werkgroep die voor het eerst een concrete invulling heeft gegeven aan het eerste onderwerp van het raadsakkoord, de duurzaamheid. Best een ingewikkelde klus om met 7 verschillende politieke partijen tot een gezamenlijk voorstel te komen en samen de weg van het proces te zoeken. In het kader van de duurzaamheid is het eerste onderwerp de biodiversiteit. Voor de VVD een belangrijk onderwerp gezien de landelijke afname van biodiversiteit, wat zich uit in een achteruitgang van soortenrijkdom voor zowel flora als fauna. De mens zelf heeft een grote invloed op de achteruitgang van deze biodiversiteit. Zeker ook voor onze gemeente Coevorde is biodiversiteit van groot belang. Denk aan onze karakteristieke landschapselementen. De bestuiving van onze gewassen en de uitstraling van onze gemeente als toeristische hotspot voor fiets- en natuurliefhebbers. En natuurlijk als aantrekkelijke vestigingsgemeente. Kijkend naar het voorstel wat ter tafel ligt, zijn wij dan ook positief gestemd. Punt 2a, om via het onderwijs de jeugd te vertellen hoe belangrijk het is om oog te hebben voor alles wat groeit en bloeit, is wat ons betreft een voorwaarde om hun bewust te maken van het feit dat je je eigen meegebrachte spulletjes weer in de prullenbak gooit en niet in de natuur. En dat je respect hebt voor bomen, planten en dieren en ze niet kapot maakt. Punt 2e, in overleg gaan met de grote terreinbeheerders, is terecht een zeer belangrijk punt. En naar ons idee te weinig gebeurt in de voorfase van dit voorstel. Zoals we reeds bij de commissievergadering gezegd hebben, is er wel over agrariërs gesproken, maar te weinig met. Van de 100 aanwezigen op de werkconferentie waren slechts 5 mensen werkzaam in de agrarische sector als zelfstandigen.
Wij willen dus ook graag dat er met de agrariërs en hun vertegenwoordigers wordt gesproken als je het hebt over het verwilderen van landbouwgrond, het inzaaien van akkerranden en het gebruik van gewasbeschermers. Ten slotte is het de agrarische sector die het grootste deel van de oppervlakte in de gemeente Coevorden bestrijdt. En inventariseer eens wat deze sector allemaal al doet op het gebied van biodiversiteit. Dat is al heel veel. Punt 2c. Een kennisplatform voor inwoners lijkt ons een goed idee. Het zijn juist de mensen zelf die een heleboel bij kunnen dragen aan biodiversiteit. Onze slogan, stenen eruit, bloemen erin, is daarvan een voorbeeld. Maar zo zijn er nog veel meer maatregelen die mensen zelf kunnen doen. Samengevat zijn wij positief over het voorstel wat er ligt, mits de agrarische sector er meer bij betrokken wordt. Wat ons betreft kan het college met een voorstel komen en ongetwijfeld zullen we er dan weer over spreken. Dank u wel. Dank u zeer, mevrouw Visseling. Ik zie de heer Stoker de vinger opsteken van PAK. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Tijdens de commissievergadering van vorige week hebben we uitgebreid stilgestaan bij een opbrengst vanuit het raadsakkoord, in dit geval het thema biodiversiteit. Voor het PAK een belangrijk thema. Het raadsvoorstel met een opdracht aan het college om beleid te ontwikkelen over biodiversiteit en een zevental uitvoeringsrichtingen had in de werkgroep een breed en unaniem draagvlak. Inwoners, belangengroeperingen en organisaties hebben daarbij voor inputzorg gedragen. Dit laat zich vertalen in informatie en educatie, begrip en onbegrip. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als lid van de werkgroep durf ik te zeggen dat we erin zijn geslaagd om deze input te vertalen in hetgeen nu voor ligt. Ik ben het in die zin toch even als reactie op de VVD. Het is heel erg belangrijk dat in de volgende stappen weer iedereen een plek gaat krijgen en ook benaderd gaat worden. En daarin zal ook wat ons betreft de agrarische sector een belangrijke rol vervullen. Maar om te zeggen van dat ze te weinig betrokken zijn geweest, ze hebben een uitnodiging gehad. Soms hebben mensen gewoon heel erg volle agenda's en ik ga ervan uit dat dit raadsakkoord of dit voorstel voldoende ruimte biedt om ook die groep die u zo belangrijk vindt daar verder in mee te nemen. Als lid van de werkgroep, betekent dit nu dat het niet wat scherper had gekund als reactie op de Partij van de Arbeid? Natuurlijk, dat had inderdaad zo gekund. Er hadden ook misschien wel veel concretere voorstellen ingedaan kunnen worden. Maar dan zou het vooral waarschijnlijk over onze eigen stokpaardjes zijn gegaan. En of we daarmee dit breed gedragen voorstel zouden kunnen hebben formuleren, waag ik te betwijfelen. Wij zouden het college wel de ruimte willen geven om met de inwoners en organisaties die betrokkenheid hebben op dit thema het beleid verder inhoud te geven. En die kracht in de samenleving moeten benutten. De heer Six van de Groene Alliantie heeft dat tijdens de vorige commissievergadering ook wat ons betreft prima verwoord. Er is echt kracht en er zijn ideeën in die samenleving. En dat is meer dan een aantal groepen, maar het is denk ik veel breder. Wellicht hadden we scherper kunnen zijn bij het afbaken en verwoorden van de opdracht van de werkgroep. Maar vergeet niet dat we met een experiment bezig zijn en dat we kunnen leren van de ervaring die we nu met elkaar aan het opdoen zijn. Of die we nu met elkaar opdoen. De werkgroep kreeg de opdracht invulling en richting te geven in een voorstel waar het college vervolgens mee aan de slag gaat. Dat is wat nu voor ligt. De volgende stap is aan het college om als daar de raad vanavond mee akkoord gaat tot een uitwerking te komen. Nadat de uitwerking aan de raad wordt aangeboden is het aan ons, de fracties in deze raad, om daar opnieuw het gesprek over aan te gaan. Dan zullen we vanuit ieders politieke achtergrond en visie opnieuw het debat echt met elkaar kunnen aangaan in dit huis. Dat is het moment waarop we als politieke fractie zo kunnen laten zien en horen waar we scherpte willen aanbrengen en kunnen we ook laten zien waarin we verschillen of juist ook waarover het eens zijn. Ook mijn fractie wacht het voorstel van het college af en verheugt zich op het debat in deze raad. Dank u wel voor deze inkleuring. De heer Heling, CDA. Ja, ook ik ga in het donker staan. Niemand heeft mijn oort een knappe man. Oh ja, dat kan ik wel. Maar. Voor ons. We dwalen ligt, af, meneer Heling. Voor ons ligt het product waar de raadswerkgroep Duurzaamheid een aantal maanden aan heeft gewerkt. Een soms moeizame,
maar steeds interessante weg heeft de werkgroep gevolgd. Het product is een compromis, maar wel een compromis waarbij elke partij zijn inbreng heeft gehad. Het voorstel mag dan wat brede kaders hebben waarbinnen het college beleid kan ontwikkelen. Het biedt echter wel kans voor boeren, burgers en buitenlui om ieder op eigen wijze ergens binnen een van deze kaders hun activiteiten te ontplooien. Het uitgangspunt van de sessies die de werkgroep heeft gehad was: wat kan ik zelf doen en hoe kan de gemeente mij daarbij van dienst zijn? Een mooie vorm van gedeelde verantwoordelijkheid. Tijdens de werkbijeenkomst hier in de raadzaal was er duidelijk behoefte aan communicatie en educatie. Communicatie tussen gemeente en burger, maar toch ook tussen boer en burger. In dit voorstel staat een aantal voorstellen die kloven, voor zover die bestaan, kunnen wegnemen. De gemeente heeft opdracht beter te communiceren en de boer krijgt de kans om te vertellen wat hij doet, waarom hij het doet en hoe hij het doet. Bestaande initiatieven, en dat zijn er op agrarisch gebied tientallen, worden gestimuleerd en voorgezet. Bevorderen van biodiversiteit zullen we samen moeten doen. Misschien is geld nog niet eens het belangrijkste. Misschien is het soms alleen wat anders werken, soms het werk even overslaan, met respect voor alles wat groeit en bloeit en allen die daaraan werken. Het CDA wenst het college veel wijsheid en creativiteit bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Dank u wel. De heer Ten Berge, en die heeft van mij persoonlijk dispensatie gekregen om te mogen blijven zitten. Dus hij voert het woord vanaf zijn eigen plek. Dank u wel. Dat is vanwege een blessure. Voorzitter, biodiversiteit is van belang. Dat is een feit. Dat is een eilander, daar kunnen we misschien mee beginnen. Waar schort het? Waaraan? Wat wordt er al gedaan? En waar wordt dit bepaald of aangejaagd? Is in beeld wat natuurbeheerders, natuurorganisaties, particulieren en zeker de agrariërs en hun organisaties al doen met biodiversiteit, waarbij veel agrariërs reeds functioneren als natuurbeheerder. Laag fruit moet je van mee profiteren. Wij vinden het van groot belang dat bij de opdracht aan het college een goede inventarisatie wordt meegenomen. Als BBC 2014 vinden wij het nog lastig om aan te geven wat er precies aan het college moet worden meegegeven. Omdat bij de verkregen informatie er vele en heel diverse zaken naar voren zijn gekomen. Wat we niet willen is het college meer kaders meegeven dan nodig is. Het college moet ook ruimte krijgen om met goede voorstellen te komen. Te veel beperkingen kan daar haaks op staan. Dit is later in een commissie en raad wel bespreekbaar. Ook reeds bestaand beleid van hogere overheden moet niet opnieuw worden uitgevonden. Men kan daarbij aanhaken. Punt G uit het raadsvoorstel over bloemrijke akkers en vergelijkbare projecten is daar een voorbeeld van. Het proces dat is gelopen was in onze ogen een mooie zoektocht op een onderwerp dat letterlijk heel divers is. Een eerste en historische, zoals terecht opgemerkt, zoektocht van onze raad vanuit het raadsakkoord. En dat is best volgens ons nog wat onwennig en vraagt zeker om evaluatie voor de volgende. Maar BBC 2014 vindt het wel van groot belang in de verbinding van de raad met de samenleving. Wij laten ons hiermee zien als volksvertegenwoordiger. We laten zien dat we op thema's kunnen samenwerken en onze opdracht voor de samenleving serieus nemen. Wij zijn zeker enthousiast en vinden het belangrijk bij een volgend onderwerp weer op pad te gaan. Wij complimenteren graag de werkgroep en ambtelijke ondersteuning voor hun inzet, terugkoppeling en het opgeleverde raadsvoorstel. Wij wensen het college veel succes met de uitwerking, waarbij wij wel een beetje twijfelen aan het korte tijdsbestek. BBC 2014 staat er wel voor open om hier niet zo zwaar aan te tillen. Want we kunnen immers ook na de begrotingsbehandelingen nog wijzigingen aanbrengen in budgetten en geld ter beschikking stellen. De kwaliteit van de biodiversiteit en van de plannen staan voor ons voorop, samen met de inwoners, waaronder ook ondernemers en agrariërs. Dank u wel. Dank u wel. Misschien voordat het inhoudelijk straks op wordt gereageerd, nog even één opmerking. U sprak over hogere overheden.
Ik weet dat sommige overheden zich graag als hoger beschouwen. Maar even precies, het zijn mede-overheden. Dat maakt wel een wereld van verschil. Dus voordat nou de notulen de indruk wekken dat we dat zomaar voetstoots aannemen, toch bij deze. Goed, dat sorry, even tussendoor. Sorry, maar heeft het wel begrepen, hoop ik. Ja, nou is goed. We zijn volgens mij bij de heer Hoedemaker, D66. Voorzitter, 49 jaar geleden in 1970 zong Joni Mitchell over oprukkende verstening van onze leefomgeving, hoe het gebruik van gif ten koste ging van bijen en vogels en dat de bomen alleen nog maar te zien zijn in het bomenmuseum waar je als bezoeker voor moet betalen. Daar moest ik de afgelopen tijd veel aan denken toen wij als raadswerkgroep Duurzaamheid bezig waren met het onderwerp biodiversiteit. Het klimaat verandert en de soortenrijkdom neemt af. Dat ervaart iedereen en op zich is dat zorgelijk. Maar een bijkomend effect, of zo u wilt een voordeel, van klimaatverandering is wel dat de kijk op biodiversiteit positief aan het veranderen is. Dat merkten we ook in alle activiteiten die we ondernomen hebben als raadswerkgroep in het kader van het verzamelen van alle materiaal wat uiteindelijk geleid heeft tot dit raadsvoorstel. Niet iedereen wil een stuk wilde tuin voor de deur. Maar de tolerantie voor ecologisch bermbeheer en parken met inheemse bloemen neemt toe. Dankzij particulier initiatief heeft onze gemeente daarmee een voortrekkersrol in Drenthe, maar we moeten niet achteroverleunen. Meer bloemrijke parken en bermen betekenen niet alleen meer insecten, maar geeft ook een boost aan de verdere biotoop. Een gierzwaluw bijvoorbeeld eet 20.000 insecten per dag. En een evenwichtige combinatie van bloeiende planten en kruiden in combinatie met nestkasten voor vogels en vleermuizen helpt ons in de strijd tegen de eikenprocessierups. Het gaat om het totale ecosysteembenadering en niet om de aandacht voor een enkele soort. Al gun ik sommigen in dit huis hun specifieke aandacht voor zuring. Voorzitter, de grootste landschapsbeheerders van onze gemeente nemen ook hun verantwoordelijkheid. Er wordt minder gespoten. Op eigen initiatief leggen boeren bloemenranden aan rond hun akkers. Ze beschermen weidevogels. We zien meer koeien van vitale rassen. En meer landbouwgewassen worden op een natuurlijke manier beschermd, bijvoorbeeld met insecten. Het kan natuurlijk altijd meer en beter. Maar dat heeft ook te maken met de prijs die wij bereid zijn voor agrarische producten voor ons voedsel te betalen. Naast ecologisch bermbeheer kan de gemeente op tal van terreinen het goede voorbeeld geven. Dat sluit ook aan bij wat mevrouw Jaspersen van de PvdA al zei. We pleiten ervoor om in onze gemeente een ecologische hoofdstructuur aan te leggen. En wees daar niet te zuinig in, want ook industrieterreinen kunnen deel uitmaken van een dergelijke hoofdstructuur. En alleen beplanting met een hoge diversiteitswaarde zou in die hoofdstructuur aangelegd moeten worden. En een ecoloog moet daarop toezien. En de gemeente, nogmaals mevrouw Jaspersen zei het al, heeft die expertise in huis. Het is alleen nog een kwestie om die ook in positie te brengen. Voorzitter, het raadsvoorstel verwacht veel van de gemeentelijke organisatie als het gaat om communicatie. Het goede voorbeeld geven, goed voorbeeld doet goed volgen. Mensen met elkaar verbinden en activeren en het faciliteren van mogelijkheden. Dit is in deze de hoofdrol van de gemeente. Het is ook een rol die deze gemeente, dit gemeentebestuur en deze gemeenteraad met verve weet te vervullen. Het is daarom dat D66 met belangstelling uitziet hoe u aan de kaders aan de slag gaat met de door de gemeenteraad gestelde kaders en ambities. Voorzitter, het is nog niet te laat, maar we moeten wel rap aan de slag. Anders dan de BBC stellen wij wel voor dat er gas gezet wordt. 49 jaar geleden zong Joni Mitchell over de dreigende ecologische ondergang. Maar zo wil ik als positief mens mijn bijdrage aan dit onderwerp niet afsluiten. Ik ben een realist, maar ik ben niet van de doemscenario's. Liever houd ik me vast aan de opmerking van de Duitse schrijver en filosoof Heinrich Heine, die eens zei,
als de wereld vergaat, dan ga ik naar Nederland. Want daar gebeurt alles 50 jaar later. Dank voor deze poëtische beëindiging van deze eerste termijn. Nee, niet, dat zeg ik nu wel, maar de heer Bouwers is de fractie die het laatste sluitstuk levert van de PwC. De heer Bouwers, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een mooi stuk wat er ligt. Ja, ik kan alleen maar zeggen, want ik sta zelf ook in de werkgroep en dan moet je voorzichtig zijn natuurlijk. En daarom wil ik er ook niet te veel opmerkingen bij plaatsen. En ik heb dan ook gehoord wat iedereen daarheen brengt en dat is prachtig. Maar ja, het moet ook allemaal verwerkt kunnen worden. En ik ben daar toch wat voorzichtig mee. Wij vinden dat wat voor ligt, dat het goed is en dat het links en rechts dan wat aandachtspunten heeft van diverse partijen. Dat zal. Maar voor ons, wij wensen hier het college veel wijsheid om dit verder uit te werken. En in het voorstel zien we dan tegemoet. En dan kunnen wij kijken wat we daar nog op te zeggen hebben. Dank u wel. Ik dank u wel, meneer Bouwers. Dan lijkt het me, want dit is natuurlijk een voorstel wat niet van het college komt. Dat weet u allemaal wel, maar het is goed om dat nog eens even te markeren voor de publieke tribune en de mensen thuis. Het verrast misschien dat u niet heel veel kritische vragen richting het college over dit stuk heeft. Wat normaal wel eens anders is. Maar laat onverlet dat het college natuurlijk alle belang bij heeft om nog eventjes toch een aantal aspecten met u te delen. Zoals zij tegen de uitvoerbaarheid van dit raadsvoorstel aankijken en hoe we het vervolgtraject zouden kunnen zien met elkaar. En daarbij zal de heer Huizing ongetwijfeld ingaan op datgene wat u van deze en gene zijde aan het college hebt meegegeven. Willen geven in ieder geval. De heer Huizing. Ja, voorzitter. Ik kreeg van mijn rechterzijde al de opmerking van nu komen de kritische vragen van het college aan de raad. Maar zo erg is het, of erg, ik weet niet of het erg is, maar volgens mij hoeft dat helemaal niet. Wat ik ook in de commissie al heb gezegd, ik vind het mooi dat het onderwerp biodiversiteit zo mooi in de spotlight staat. En volgens mij het moment waarop past ook heel mooi binnen het veranderende tijdsbeeld. En ik neem als voorbeeld de bijdrage van de VVD. Overigens een compliment voor de wijze waarop u ook heel mooi heeft aangegeven juist waarom die biodiversiteit zo belangrijk is. En wat ik heel mooi vond op te horen was dat u inderdaad aangeeft van ja, het helpt ook gewoon voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente. En hij is helemaal niet vervelend bedoeld. Maar dat tekent nou juist aan hoe het tijdsbeeld ook is veranderd. Want het was juist uw fractie in de vorige periode die nog heel erg bedenkingen had bij het zomaar laten groeien en minder vaak gaan maaien. En het laten ontstaan van een biodiverser beeld. Dus volgens mij geeft dat voor mij echt heel helder aan van kijk, die ontwikkeling die zit er in de samenleving. En nog verder terug, dat was overigens ook in de tijd dat ik zelf ook het woord biodiversiteit geen idee had wat dat inhield. Maar u geeft inderdaad aan van, volgens mij was die steen eruit, bloem erin. Hartstikke mooi inderdaad, volgens mij oproepen die we aan iedereen gaan doen. Maar nog niet zo heel lang geleden was er ooit nog een provinciale slogan, was het geloof ik, geen bomen maar banen. Nou, volgens mij zou die slogan er ook nu heel anders uit gaan zien. Dus het beeld verandert en daar heeft u als raad en alle fracties daarbinnen volgens mij heel mooi op ingespeeld. Een aantal fracties heeft al aangegeven van ja, de kaders voor het college zijn nog behoorlijk ruim. Ja, dat is zo. Dat is aan de ene kant als portefeuillehouder heel erg mooi. Want dan heb je nog alle ruimte. Aan de andere kant, er leven wel verwachtingen. Dus nou, ik heb ze in diverse bijdragen een beetje concreet gekregen. Maar wij zullen de worsteling gaan oppakken om dat iets te gaan opstellen waar iedereen zich hopelijk in kan vinden. En zo niet, dat gaf het pak al aan van ja, daarna hebben we een raadsdebat. En dan is er ook alle ruimte om daar wat van te gaan vinden. Een van de kaders die ik nog wel wat lastig vind is dat u aangeeft van, of het ontbreken van een kader, is de financiële dekking. U geeft eigenlijk aan van kom maar met een voorstel met financiële dekking. Maar er zitten geen bandbreedte bij. En
Nou, we hebben vanuit onszelf hebben wij dan wel al een beetje de beperking van ja, alles afwegende. Dat u dit onderwerp agendeert geeft aan dat u het als raad belangrijk vindt. Nou, dat betekent dat wij best wat extra zouden mogen vragen. Maar goed, we moeten wel die afweging ook gaan maken met andere beleidsterreinen. Dus ik denk dat u, tenzij u anders aangeeft, van ons mag verwachten dat wij heel synergisch aan gaan doen met het vragen van extra geld. En dat betekent overigens ook wel wat. Nou, de heer Ten Berge gaf al aan van ja, wat ons nog niet zo lekker zit is die kader of dat kader wanneer het af moet zijn. En ik snap hem wel een beetje, want ik heb in de commissievergadering al aangegeven, ja, wij kunnen dat gaan doen. Alleen wie dat moet gaan doen, nou, dat wordt nog een klein probleempje. Dus wat wij in ieder geval zullen gaan doen, is op zo kort mogelijke termijn voorzien van de informatie. Wellicht is dan nog niet, zijn nog niet alle onderdelen goed uitgewerkt. Maar daar zullen we dan helder informeren hoe we dat verder kunnen gaan oppakken. En zoals u terecht aangaf, het houdt niet op bij de begroting, want daarna kan er ook nog van alles worden aangepast. De heer Roedemaker. Ja, voorzitter. Misschien kan de wethouder juist uit het feit dat het financiële kader in deze ontbreekt opmaken dat het belang heel groot is. En dat we juist daarin ook een heel brede scope opvatten van we zien hier urgentie, zowel in tijd als ook financieel. Ja, blijf maar. Dat is volgens mij met ieder onderwerp. Het is nieuw beleid wat we gaan invoeren. En volgens mij ook bij nieuw beleid hebben we toch duidelijk de afspraak dat we gaan afwegen tegen al het andere wat we ook zouden kunnen doen met het geld. En ook al staan we er financieel gewoon goed voor. De bomen groeien niet tot in de hemel. Nee, maar we hopen wel dat die bomen blijven groeien en ook dat u zich daarvoor inzet. En niet alleen voor de bestaande bomen, maar ook daar waar gekapt is dat er nieuwe bomen komen. En ook bomen die iets toevoegen aan de soortenrijkdom. En als dat geld moet kosten, dan vindt u vele raadsleden zeker niet tegen u. Ik zoek meer een verzoek om hierop weer te reageren, maar dan krijgen we een interruptie op een interruptie. Dat wou ik maar niet die weg op gaan. Dus u zult nog even geduld moeten oefenen, meneer Ten Berge. Goed, de heer Huizing. Volgens mij, voorzitter, heb ik dat in de commissie ook al aangegeven en ook al eerder. Dat het belang van dit onderwerp zien wij in. Overigens, uw tweede opmerking over de bomen, de dank, want volgens mij is dat ook de hele goede. Maar daar is denk ik een punt wat wij veel makkelijker en op hele korte termijn kunnen oppakken. En dat is ook een punt wat raakt aan wat mevrouw Jaspers aangaf. Van ja, er staat nu niks richting de gemeente zelf en de gemeente mag ook al wat doen. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat wij nog tekortschieten in goed duidelijk maken wat wij doen. Omdat bijvoorbeeld een van de uitgangspunten al is van ja, als wij bomen kappen, en dan willen we ook graag een nieuwe. En niet altijd op dezelfde plek, maar dat willen we wel, die balans willen we erin houden. En dat wil niet zeggen dat je één op één voor iedere gekapte boom altijd een nieuwe boom zult terugvinden. Maar die proberen we er zeker in te houden. En ook daar, en daar nou, werd ook recent in de hele discussie over de eikenprocessierups door een deskundige nog op gewezen. Van ja, je hebt geen last van de eikenprocessierups als je niet overal eiken hebt staan. Nee, ja. Hij klinkt heel logisch. Nou, zijn eiken is natuurlijk wel een boomsoort die gewoon bij uitstek hier hoort. Dus ja, we gaan hem zeker niet in de band doen. Want hij is juist ook heel karakteristiek voor het gebied. Maar dat geeft wel het belang aan, zoals u volgens mij ook in uw bijdrage aangaf. Ja, biodiversiteit is met name ook van belang om te voorkomen dat dit soort plagen te ontstaan. Want dan krijgt een natuurlijke vijand weer meer kans, meer ruimte om zich te ontwikkelen. En dan kunnen we misschien op die manier van dat vervelende beestje afkomen. Oh nee, ik zag een blik bij u, voorzitter. Ik denk, oh, nee, ik dacht, ik was even benieuwd inderdaad of wanneer u het gevoel heeft dat u het einde van uw bijdrage hebt bereikt. Had u dat gevoel al? We gaan nu zo in detail over de eikenprocessierups. Ja. Ik vind het een interessant beestje, laat dat zo zeggen. Nee, verder is die volgens mij de alle opmerkingen die gemaakt zijn ook over het neem vooral iedereen mee. Nou, ik heb dat zelf ook al aangegeven. Ik vind dat inderdaad heel belangrijk
dat we breed gedragen samenwerken. En de heer Six gaf het bij zijn inspraak al aan van ja, en dus ook niet voor de troepen uitlopen is ook een boodschap die daarbij hoort. Ja, en dat klopt inderdaad. En dat is toch wel de opmerking die wij het meeste horen, of de klachten die we het meeste horen. Ja, we worden niet meegenomen. En nou ja, vaak komt daar gewoon uit van u loopt wat te hard voor ons. Nou, dan kan het soms wel eens goed zijn om de ambitie nog steeds heel hoog te leggen, maar het tempo wel zo te doen dat het voor iedereen bij te houden valt. Want anders verlies je mensen onderweg. En volgens mij moet je dat niet willen, en zeker niet als dat tot gebrek aan draagvlak rijdt. Ik ben er volgens mij doorheen, voorzitter. Dank u wel. Er is nog een mogelijke tweede termijn. Wenst iemand gebruik te maken van de tweede termijn, of is het helder dat u het wel redelijk eens bent over de opdracht die het college volgens u zou moeten aankunnen? De heer Ten Berge wenst in ieder geval wel. Ik kijk even toch op de volgorde die we in de eerste termijn kenden. Nee, nee, geen behoefte. De heer Ten Berge. Misschien. De heer Ten Berge. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Meneer Hoedemaker die zit. Die is eigenlijk al bezig met het voorstel te verdedigen. Volgens mij, het voorstel moet nog komen. Ik geloof niet dat wij instemmen met een blanco cheque, zoals u dat zo ongeveer zegt. Vooral niet als u er onderwerpen bij haalt van dat de gemeente moet zorgen dat er meer voor het voedsel betaald wordt. Ik zou niet weten hoeveel dat moet gaan kosten. En ik vraag me ook af, wilt u nou de gierzwaal doen of wilt u 20.000 insecten per dag? De heer Hoedemaker. Ik stel niet voor dat de gemeente zorgt dat u meer voor uw eten betaalt. En ik wil zowel meer gierzwaluwen als meer insecten. En ik heb de wethouder de suggestie gedaan dat hij mogelijk in het feit dat er geen financiële dekking genoemd wordt, dat hij dat ook zou kunnen interpreteren als dat hij daar misschien eens een keer wat meer financiën vooruit kan trekken. Dank u wel. In ieder geval verdient het misschien de aanbeveling om even naar de recente uitlating van minister Schouten te kijken. Die iets over de voedselprijzen en het realiteitsgehalte daarvan heeft gezegd in relatie tot datgene wat de landbouwer aan en de veeteeltbedrijven eraan verdienen. Dan kan de heer Ten Berge misschien ook in ieder geval een beetje gerust, niet omdat het eten dan goedkoper blijft, dat zal dan niet zo zijn, maar misschien doet het wel meer recht aan datgene wat hier aan inspanningen plaatsvindt in dit gebied, om te zorgen dat die producten bij de winkels terechtkomen bij de consument. Er ligt inderdaad geen financieel kader, dat is dan terecht en dat kun je op twee manieren beleven. Er is geen in die zin vooraf inperkend kader van voor het college. En hoe strak of hoe ruim dat wordt geïnterpreteerd, dat zullen we met elkaar moeten afwachten als raad. Daar komt het college wel mee. Mevrouw Vissering, zei ik. Ja, nu doet hij het wel. Nou, in ieder geval even als reactie, fijn om te horen dat iedereen net als ons het ermee eens is om in ieder geval de agrariërs erbij te betrekken. En verder nog even als reactie op de wethouder die zich afvraagt of wij als VVD ineens een soort ommezwaai hebben gemaakt in de biodiversiteit. Nou, laat ik u geruststellen, en dat is niet zo. Ik denk dat de VVD juist altijd wel een voorstander voor biodiversiteit heeft gehad. De verantwoordelijkheid hebben ze wel vaak geprobeerd te houden bij de mensen zelf. En dat heb ik ook aangegeven in mijn betoog, dat er ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. En dat het niet altijd bij de overheid hoort te liggen. En verder denk ik, ja, je kunt inderdaad heel veel bomen hebben. Prachtig. Ik vind bomen prachtig. Maar als er geen banen meer zijn, heb je toch ook echt wel een probleem. Dank u wel. Ja, dat konden we verwachten, dat er toch even op deze politieke opmerking wordt gereageerd. Dank voor die reactie. Andere opmerking nog in tweede termijn? Nee, ik denk niet dat de wethouder daarop gaat reageren, mevrouw Vissering. Zullen we daarmee maar constateren dat er voldoende gezegd is? Laat ik dan nog even toevoegen dat ik wel trots ben op datgene wat de raadswerkgroep onder aanvoering van de heer Soppen aan u heeft gepresenteerd en wat we nu hebben besproken en wat inderdaad in ieder geval het college aan het werk zet binnen de kaders.
mooi. Ja, om zo'n eerste begin te maken met het idee van hoe gaan we nou met zo'n raadsakkoord om. En natuurlijk, de heer Ten Berg heeft daar een opmerking over gemaakt, het is goed om het te evalueren. Hè, want het is ook een werk in progressie. Hè, hoe we dat raadsakkoord samen kunnen uitvoeren staat tenslotte ook nog meer op de rol. Maar deze eerste ervaring smaakt wat mij betreft, en vandaar ook die dank aan de werkgroep, naar meer. Dus het is goed om dat ook nog even mijnerzijds met u te delen. Mag ik met u vaststellen dat met algemene stemmen dit raadsvoorstel kan worden aangenomen? Dat is het geval. Dat is al dus besloten. Dank u wel. Daarmee, dames en heren, gaan we naar een heel ander onderwerp. Het voorstel in zaken de jaarstukken van de gemeenschappenregeling EMCO. En mevrouw Driehuis heeft zojuist aangekondigd dat ze bij dit onderwerp in ieder geval graag een amendement zou willen indienen. Dus ik geef haar als eerste het woord. Gaat u gang. Oh, nou ja. Nou, als u het eerste woord gunt aan de heer Roedemaker, wil ik dat graag als voorzitter mede mogelijk maken. Gaat u gang, meneer Roedemaker. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Driehuis. Voorzitter, soms heb je van die momenten dat je je afvraagt, wat heb ik gemist? Zo'n gevoel krijg ik bij het lezen van de jaarstukken en de begroting van de EMCO. De stukken spreken van een dramatisch negatief subsidieresultaat. Maar binnen dit huis weten we allemaal dat het subsidieresultaat van de EMCO in de afgelopen jaren keer op keer meeviel. Niets om dramatisch over te doen dus. In het voorwoord van de begroting 2020 wordt ook gesproken van de schaalvoordelen van de samenwerking met Menzo. Maar hadden wij als gemeenteraad van Coevorden ons niet juist uitgesproken tegen deze samenwerking? Nog zoiets. In hoofdstuk 1 van de begroting lezen we dat de drie gemeenten, Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden, de EMCO-groep de opdracht hebben gegeven zich om te bouwen van naar een breed werkleerbedrijf voor de WSW, nieuw beschut werken en reïntegratie. Voorzitter, ik heb verschillende leden van de vorige raad hierover gesproken, maar begrijp dat het juist de intentie van de raad was om bij de uitvoering van nieuw beschut werk en reïntegratie de handen vrij te houden. Voorzitter, EMCO is en blijft voor Coevorden de gemeenschappelijke regeling waarin we samen met Emmen en Borger-Odoorn de wet sociale werkvoorziening uitvoeren. Dit is waar de gemeenteraad ja tegen heeft gezegd en daar moeten we toezicht op houden. Dat betekent dus dat de EMCO primair geen productiebedrijf is. Opdrachten met een hoge tijdsdruk, inpakwerk voor de postcode loterij bijvoorbeeld, kunnen hoe langer hoe meer alleen nog maar afgerond worden met de inzet van uitzendkrachten. In het afgelopen jaar gaf de EMCO aan extern personeel meer uit dan de subsidie die ze ontving van Borger-Odoorn. Voorzitter, op dit moment hebben we als gemeenteraad onvoldoende inzicht in het risicoprofiel van de EMCO. Hoe verloopt de daadwerkelijke toekomstige uitstroom van SW-medewerkers? En hoe verhoudt die zich tot de loonkostensubsidie? Houdt het opdrachtenportfolio gelijke tred met deze uitstroom? En hoe zit het eigenlijk met de relatie met Menzo? D66 is dan ook erg gelukkig met het amendement dat PAK zometeen namens de hele raad indient. We gaan ervan uit dat de bestuurders van EMCO in hun volgende jaarbericht adequaat verslaglegging uitbrengen. Dank u wel. En hieruit maak ik op dat nu het moment zou zijn dat mevrouw Driehuis wel duidelijkheid verschaft over het amendement. Gaat uw gang. Tromgeroffel. Nou, dat valt allemaal mee. Dank u wel, voorzitter. Zoals de heer Hoedemaker al aangaf, blijft de EMCO voor ons een organisatie waar wij heel weinig en lastig grip op krijgen. Het is een verbonden partij die ondanks een verbeterd financieel resultaat over het afgelopen jaar al jaren rode cijfers onder de streep laat zien. En hierin zien we te weinig dat EMCO haar eigen weerstandsvermogen verbetert. Want ieder jaar krijgen wij weer als deelnemende gemeente de rekening gepresenteerd om dat exploitatietekort aan te vullen. De financieringsmethodiek waarmee de EMCO te maken heeft, maakt het soms lastig om een reële begroting op te stellen. Juist omdat die inkomsten vanuit het Rijk vaak achteraf beschikbaar komen. Dat snappen we. Maar er wordt ook gesproken over risico's waarmee de EMCO te maken heeft. En deze risico's worden onvoldoende belicht in onze optiek.
Daarnaast is er ook nauwelijks sprake van een lange of een middellange termijn visie. Al een aantal malen hebben we de EMCO verzocht om een uitgewerkt risicoprofiel te verschaffen. Helaas zonder concreet resultaat. Dat hebben we onder andere gedaan door het indienen van zienswijzen op de financiële stukken in de afgelopen jaren. Het college heeft dit jaar besloten om geen zienswijze in te dienen. En als raadswerkgroep Grip op Verbonden Partijen hebben we hierover gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat wij dit als raad wel willen. We hebben dit voorgelegd in de afgelopen commissievergadering en de wethouder heeft hier positief op gereageerd. En dat maakt dat ik hier uit hoofde van mijn voorzitterschap van de werkgroep Grip op Verbonden Partijen namens alle fracties een amendement indien om alsnog een zienswijze in te dienen als reactie op de stukken van de EMCO. En dat amendement bevat tevens de tekst voor een in te dienen zienswijze. Ik zal me beperken met het voorlezen van het amendement. De Raad van Coevorden in vergadering bij 1 op 18 juni 2019 overwegende dat het bestuur van de EMCO-groep in overeenstemming met het bepaalde in de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep de jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 aan de gemeenteraad heeft aangeboden met de mogelijkheid daarover een zienswijze aan in te dienen te geven. Ik kan wel goed voorlezen. Dat ondanks het indienen van een zienswijze bij de ontwerpbegroting in de voorgaande jaren geen inzicht is gegeven in het risicoprofiel van de EMCO-groep. Dat gezien de ontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening in het algemeen en de EMCO-groep in het bijzonder, het gewenst is bij de beoordeling van de ontwerpbegroting inzicht te hebben in de risico's voor de exploitatie van de EMCO-groep, ook op de middellange termijn. Dat het gewenst is dat er bij de ontwerpbegroting een risicoprofiel wordt opgesteld met de daarbij behorende lange termijnvisie. En dat het gewenst is in verband hiermee een zienswijze in te dienen, waardoor de Raad haar kaderstellende en controlerende rol ten opzichte van deze gemeenschappelijke regeling beter kan invullen. Besluit in het raadsbesluit, beslispunt 2 te wijzigen en als volgt vast te stellen, kennis te nemen van de ontwerpbegroting voor 2020 en toe te voegen, beslispunt 3, een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2020 overeenkomstig de bij dit amendement behorende bijlagen. Daar zal ik de bijlagen niet voorlezen, maar dat was hem. Dank u wel. En de elementen die in die zienswijze staan, die zijn wel benoemd. Dus helder genoeg, denk ik, voor nu. Wie nog meer over dit onderwerp? De heer Slomp, zie ik van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook mijn fractie is het natuurlijk eens met dit amendement. We hebben dat mede ondertekend. Wij denken dat het goed is dat de EMCO beter het risicoprofiel in beeld brengt. Maar misschien moet daar nog wel aan toegevoegd worden dat het eigenlijk wel tijd is om wat meer lange termijn visie te ontwikkelen op het teruglopende aantal WSW'ers en de toenemende behoefte aan plaatsen beschut werk. Want volgens ons gaat het daar eigenlijk om. Is dat de achterliggende vraag? En enerzijds heeft de EMCO daar wat in te doen als visie op de bedrijfsvoering. Maar aan de andere kant ligt daar ook gewoon een opdracht hier in eigen huis. Wij moeten denk ik als Coevorden ook nadenken hoe wij dat op langere termijn vorm willen geven. Nog even richting de heer Hoedemaker. Wij waren niet tegen de vorming van Menso, maar we besloten daar zelf niet in deel te nemen, maar dat via een inkoopmodel te organiseren. En volgens mij is dat toch een belangrijke nuance. Tot zover. Blijft u maar even staan, want de heer Hoedemaker wil toch even reageren. Heer Hoedemaker. U was er zelf bij, maar u heeft gelijk als u zegt dat, dat de Raad niet tegen de vorming was van Menso, maar het was volgens mij juist de bedoeling om Menso te behandelen als ieder ander werkleerbedrijf, zodat het Coevorden vrij stond om niet alleen in te kopen bij Menso, maar ook bij andere soortgelijke bedrijven die misschien een ander product of een beter passend product zouden bieden. Volgens mij ligt het genuanceerder dan dat. Het uitgangspunt klopt wel, maar door de verbintenis met... kijk, wij plukken ook een zeker voordeel van Menso, omdat
een verbintenis is met EMCO en de teruglopende aantallen in EMCO maken dat er soms personeel wegvloeit naar Menso. Ja, daar hebben wij ook gewoon een belang bij. Dus je kunt niet zeggen dat wij, we zijn op papier misschien wel vrij om ook elders in de diensten in te kopen, maar volgens mij schiet je jezelf soms gewoon in de voet. Ik wil u toch voorstellen om niet al te veel detail uit te pleizen over de relatie, voor zover het relevant is voor deze discussie. Dat doe ik ook niet, maar stelt u nu de relatie met de EMCO en Menso boven het belang van de participant? Nee, dat doe ik zeker niet, maar ik hoorde u ook niet zeggen dat u partijen ziet waar wij beter diensten in kunnen kopen. Ik hoor graag van u als er andere betere bedrijven zijn waar wij tegen of lagere prijs of een beter passend arrangement diensten in kunnen kopen. Nee, dat wil ik op dit moment niet zeggen, maar ik wil wel pleiten voor de vrijheid die we destijds bedongen hebben om niet alleen bij Menso in te kopen, maar ook als het in het belang van de participant beter zou zijn, ook de vrijheid te hebben om elders in te kopen en ons niet aan Menso te verbinden omdat we daar nou juist ambtenaren hebben zitten. Dat is drie keer als. Het punt is helder, lijkt me. Ja, het punt is helder. Goed, dank u wel. Wie? Eerste termijn. Ja, de heer Oudeboon, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een heel verhaal gehoord net. En ik probeer het toch in dit geval duidelijk en bondig te doen. De VVD-fractie kan zich prima vinden in het amendement. Zal deze ook ondersteunen. Meer inzicht in het risicoprofiel en een lange termijnvisie daarop is essentieel voor een goede beeld- en besluitvorming van onze raad. Dus akkoord. Dank u wel. Dank u wel. Anderen over dit onderwerp? Niet het geval? Nee? Goed, dan vraag ik de wethouder om de heer Brink, in dit geval om namens het college, te antwoorden op de vragen en natuurlijk ook het aangekondigde en in behandeling genomen, want voldoende ondertekend zijnde amendement. Dank u wel, voorzitter. Ja, geachte raad, u helpt mij geweldig met dit amendement. Zo hadden we het er ook al over gesproken in de commissie. Om dit onderwerp, waar Coevorden eigenlijk al een aantal jaren via DB en het AB aantrekt, om dat toch opnieuw op de agenda te zetten. En ik zeg u heel graag toe dat we dat middels de zienswijze en het ontwerp wat hier ligt nogmaals weer zullen doen. En dat we ook als Coevorden zelf zullen proberen, ook de vraag van de heer Slomp, om te kijken wat, als we dat niet in gezamenlijkheid kunnen, wat onze eigen strategische mogelijkheden zijn om daar een visie op te ontwikkelen. Ik wil nog wel graag, voorzitter, als u het mij toestaat, een paar onduidelijkheden wegnemen. Deze raad heeft zich nooit uitgesproken tegen samenwerking met Menso. Maar Menso is een overheidsgemeentelijke NV van de gemeente Emmen, waar wij niet aan deelnemen. Dat hadden wij kunnen doen, maar de raad heeft besloten, op voorstel van het college, om dat niet te doen, om zelf de eigen koers iedere keer te kunnen bepalen en onze eigen weg uit te kunnen stippelen. Wij kunnen overal inkopen waar wij willen. Wij hebben geen verplichtingen aan Menso, maar we hebben wel, als we inkopen bij Menso, een aantal voordelen. Ook met het nieuw beschut hebben wij de handen vrij. We hebben nu gezegd, de EMCO is eigenlijk de beste partij om beschut onder te brengen. Er is geen andere partij in onze omgeving die dat zo goed zou kunnen. En we weten ook dat dat wel een categorie werknemers is die in de toekomst zich op een bepaalde plek in die samenwerking op het snijvlak van dagbesteding en arbeidsmatige werk zich zal begeven. En dat is best nog wel een moeilijke weg te gaan. En die loopt heel Nederland, dus ook de EMCO, dus ook Coevorden. En meneer Hoedemaker. Meneer Hoedemaker. De wethouder zegt, voorzitter, dat er geen betere partij is om nieuw beschut bij onder te brengen. Hoe komt u tot die gevolgtrekking?
Nou, wij kijken natuurlijk waar we het beste onder kunnen brengen. En dan kiezen we de partij die volgens ons het beste kan. En dat is op dit moment de EMCO. U hebt in maart van dit jaar, als ik me niet vergis, de dag van de 1000 kansen geopend. Een dag voor arbeidsgehandicapten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Om ze te plaatsen bij reguliere bedrijven. Er zijn voldoende bedrijven in onze gemeente met een sociaal profiel. Ik noem Plopsaland, Treant, Laplace en Jumbo en supermarkten in dorpen. Waarom zouden dat geen geschikte werkgevers zijn? Meneer Hoedemaker, zodra dat geschikte werkgevers zijn die ook de bereidheid hebben om de begeleiding met de ondersteuning van de gemeente op zich te nemen. En het is een keuze ook van de kandidaat zelf, zijn wij de eerste die die kandidaat op weg zullen helpen om bij die werkgever een goede plek te krijgen. Voorzitter, en ik hoop dat ik meneer Hoedemaker nog een klein beetje verder op mag vrolijken. Want ik vond hem een beetje negatief. Want de GR-EMCO is toch wel nou een van de best aangestuurde GR'en die we zo'n beetje kennen, volgens mij. Wij hebben inderdaad daar af en toe extern personeel nodig. Omdat het aantal WSW's terugloopt, hebben we op cruciale plaatsen, waar de vrijval niet opgevuld kan worden met WSW-kandidaten, hebben we af en toe externe mensen nodig om het hele bedrijf in de been te houden. Dus dat is eigenlijk, daar hoop ik dat meneer Hoedemaker. Goed. Dat was de eerste termijn van de kant van het college. Wenst iemand nog gebruik te maken van een tweede termijn? Of is alles al gezegd wat gezegd moest en kon worden over dit agendapunt? Dan stemmen we eerst over het amendement. En dan over het voorstel wat al dan niet geamendeerd, zeg ik maar even theoretisch, voor ons ligt. De besluitvorming, het amendement is breed ondertekend, dus ik ga er zonder meer vanuit. Of er moet iemand nu heel hard gaan roepen dat u met algemene stemmen kunt instemmen met het amendement. Dat is het geval. Dan ligt het thans geamendeerde voorstel voor u om deze zienswijze in te dienen bij de EMCO. Als reactie op de jaarrekening en de ontwerpbegroting voor 2020. Vooral dat laatste. Ja, kunt u daar met algemene stemmen mee instemmen? Dat is het geval. Dat is al dus besloten. Dank u wel. Dan gaan we naar een voorstel wat in de commissievergadering de gemoeden en zeker op de publieke tribune stevig bezig hield. Het raadsvoorstel over de verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een zonnepark op agrarische gronden aan het dwarspad te Koevorden. Enfin, het voorstel zoals dat voorlag en waarbij een aantal fracties hebben aangegeven dat het belangrijk genoeg voor hen was om hier vanavond daarover te kunnen en willen spreken. Wie mag ik als eerste het woord geven? We graag punt in orde. De heer Soppen wil even punt in orde. Even wat zeggen over het voorstel. Iets zeggen over het voorstel? Maar ja, als punt van orde. Als punt van orde? Ja. Oké. Okay. Nou, ga u gaan. Het komt. Voorzitter, ik doe niet mee aan de discussie, maar ik wil straks bij stemming een stemverklaring afleggen. Helemaal goed. En helder. Dank u wel voor deze aankondiging. Dan weet ik ook wat ik te doen heb aan het eind van dit rondje bespreking. Goed, dank. Neemt u meteen ook de eerste termijn voor de rekening, meneer Boy? U had ook wel dispensatie kunnen krijgen, hoor. Ja. Misschien is het ook wel logisch om dan te zeggen, ja, wel bloemen, dan geen dispensatie. Hè? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het voorstel om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de realisatie van het zonnepark aan het dwarspad te Koevorden. Een voorstel welke veel emoties losgemaakt heeft in het dorp Steenwijksmoer. De fractie van BBC 2014 begrijpt de emotie grotendeels. In het begin van het traject is het misgegaan doordat de inwoners van Steenwijksmoer via de krant vernamen welke plannen ervoor lagen. BBC 2014 staat voor verbindend besturen.
En in dit geval had toch zeker plaatselijk belang Steenwijksmoer, verder te noemen PBS, voorafgaande aan de publicatie in de pers geïnformeerd moeten worden. Wij vinden het jammer dat dit anders gelopen is. Wij willen de portefeuillehouder vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarnaast wil onze fractie graag van de portefeuillehouder weten hoe hij aankijkt tegen het communicatietraject in deze zaak en zijn rol als verbinder om de partijen nader tot elkaar te brengen. In een eerste overleg tussen het PBS en de initiatiefnemer de maatschap Prinsen, verder te noemen Prinsen, heeft de laatste een aantal punten toegezegd. Buiten het verminderen van de oppervlakte van 29 naar 21,5 hectare worden de bomen en het gras bij de afrit N34 dreef behouden. De maximaal toegestaande hoogte van de zonnepanelen wordt verlaagd van 3 naar 2,7 meter. En het zicht op die zonnepanelen vanaf de dreef wordt beperkt door de aanleg van een aardewal met begroeiing in plaats van de eerder voorgestelde laanbeplanting. Er zijn op het voorliggende plan vele zienswijzen binnengekomen. Opvallend is dat de dichtstbijzijnde reclamant op ruim 700 meter van het plangebied woonachtig is. Vanuit de rand van het dorp Steenwijksmoer is het 900 meter en zal het plangebied niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Vanaf de dreef zal het zonnepark door de aanleg van de wal en de begroeiing ook minimaal zichtbaar zijn. BBC is van mening dat het college de zienswijze goed onderbouwd heeft beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft Prinsen een schriftelijke bereidverklaring gegeven om de omgeving mee te laten profiteren van de aanwezigheid van het zonnepark. Onder omgeving wordt verstaan inwoners en ondernemers uit Coevorden en de dorpen in de omgeving. Op voorhand ziet Prinsen voordelen zoals mogelijkheden om mede te investeren in het zonnepark, een postcode-regeling, inkoopvoordelen en het om niet beschikbaar stellen van zonnepanelen aan verenigingen en of maatschappelijke organisaties. In de beleidsregel zonnepanelen gemeente Coevorden staat bij de zogenaamde zonneladder dat er eerst gekeken moet worden naar het benutten van dakvlakken, vervolgens naar de mogelijkheden op maaiveld binnen stedelijke omgeving. Als beide opties niet mogelijk blijken te zijn, dan kan het college meewerken aan initiatieven in het buitengebied. Voorwaarde bij die laatste optie is dat er sprake moet zijn van maatschappelijk draagvlak. Gezien het ontbreken van dit laatste bij dit plan is het nog wel een puntje. Zoals eerder gesteld moeten we bij de draagvlak wel meewegen dat de afstand tot de rand van het dorp Steenwijksmoer 900 meter is en vanuit het dorp niet zichtbaar. Gezien het voorgaande heeft BBC 2014 in de commissie verzocht om dit voorstel in de raad ter bespreking op te nemen. Onze fractie was er op dat moment nog niet helemaal uit en uitstel betekende ook dat de partijen nog de mogelijkheid hadden om voor de besluitvorming in de raad alsnog met elkaar in gesprek te gaan. Wij zijn blij dat afgelopen zaterdag een gesprek tussen die beide partijen alsnog heeft plaatsgevonden. Wellicht dat de partijen hierdoor wat nader tot elkaar zijn gekomen, met als resultaat meer draagvlak. Voorzitter, op 10 juli 2018 is er een motie in deze raad aan de orde geweest waarin de raad unaniem het college verzocht heeft om na het vergunnen van de totaal 48 hectare in het gebied Wateringen de overige zoekgebieden op te heffen. Met 23 stemmen voor en 0 tegen. Het standpunt van de raad was duidelijk en het was, is dus niet logisch om hiervan af te wijken. Alle belangen, zowel van het dorp, het algemeen belang en die van Prinsen afwegende, stemt een meerderheid van de fractie van BBC 2014 in met het voorstel. De fractie is niet unaniem in dat besluit en daarom verzoeken wij om een hoofdelijke stemming, zoals al eerder gemeld door de heer Soppen. En ook is er de behoefte om een stemverklaring af te leggen. Tot zover mijn eerste inbreng, voorzitter. Dank u wel. Voor deze eerste termijn van de zijde van de BBC. Wie? Mag ik? Ja. De heer Bonkers, VVD. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, we hebben een paar prominente zinnen in de verkiezingsprogramma's die onze belangstelling wekken. Verkiezingsprogramma 2017. Ik citeer.
Wij gaan anders besturen. Meer betrokkenheid bij inwoners. Het bestuur en gemeentelijke organisaties steeds meer zichtbaar en betrokken bij onze inwoners. Luisteren en ondersteunen. Doorpakken. Nou, dat doorpakken is inderdaad gelukt. Een hele raadzaal vol ontevreden inwoners uit Steenwijk-Smoer. Ruim 500 protesthandtekeningen. Ruim 70 zienswijzen. Ruim de tijd om samen in overleg te gaan. Gemeente, initiatiefnemers en inwoners. Dit is net waar de schoen wringt. Als je pretendeert anders te besturen en meer betrokkenheid wenst, moet je dat wel in het voorstadium activeren. Verbindend besturen noemen we dat. Daar heeft het college nog een boek over geschreven en overhandigd aan de minister. Juist bij de beslissing rond de zonneparken is het van belang dat de wethouder het voortouw had genomen in het organiseren van overleg met de inwoners van Steenwijk-Smoer en de initiatiefnemers. Wij vragen ons dan ook af of de wethouder vindt dat hij er alles aan heeft gedaan om deze partijen bij elkaar te brengen. Voorzitter, naar ons inzien is de wethouder niet geslaagd en we niet in staat gebleken om deze twee partijen bij elkaar te brengen. Wij vinden het daarom ook erg teleurstellend hoe de wethouder hier met verbindend besturen is omgegaan. Was de wethouder hier wel op verbindende wijze te werk gegaan, dan hadden we nu niet zoveel zienswijzes, een petitie van meer dan 500 ondertekenaars en een tribune vol verontruste inwonersraad. Wij hebben als fractie contact gehad met beide partijen en hebben gevraagd om samen nog een keer om tafel te gaan. Blijven praten zorgt ook voor verbinden. Helaas speelt de tijd nu ons parten. Zou het nu in het kader van verbindend besturen niet netjes zijn om nog wat tijd te gunnen? Blijf u maar even staan, want de heer Gilbert Mulder wil u graag, denk ik, wat vragen. U hadden net in uw betoog over verbindend besturen. We hebben net ook uit het betoog van de heer Boy gehoord dat u in juli 2018 heeft ingestemd met de beleidsregel. Waarom heeft u toen niet deze kritiek die u nu uit hier genoemd? Nou, u geeft nou aan dat het in 2018, en we zijn nu wel weer bijna een jaar verder, en in die tussentijd had de wethouder best meer actie kunnen ondernemen om in gesprek te gaan met Steenwijk-Smoer. Hij heeft de vorige keer aangegeven dat hij maar één keer in gesprek is geweest met het dorp. Maar er is vorige keer uitgebreid door de wethouder op gereageerd. Dat hoef ik niet te herhalen. Maar die initiatieven zijn er geweest en zijn toen vanuit het dorp is dat niet beantwoord. Dus dat is vorige keer zo besproken. Dank u wel. Ik zie ook de behoefte om te reageren van de kant van de heer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had het in gedachten om inderdaad dat laatste te zeggen, want u hebt toch ook gelezen en kunnen lezen en toch ook gehoord dat er één partij is geweest in het traject die op een gegeven moment de deur heeft dichtgegooid. Ook voor de wethouder. Dus ja, hoe kunt u dan de wethouder beschuldigen, bijna, tenminste zo hard vind ik langzamerhand de woorden wel, om niet verbindend te proberen te besturen. Daarvoor voor verbinden heb je wel twee partijen nodig. Dat kan ieder kind u vertellen. Toch vind ik dat als je als wethouder bent, toch moet proberen blijven te zorgen deze mensen aan tafel te blijven krijgen. Ik denk dat de wisseling van standpunten helder genoeg is, meneer Bonkers. Dank u wel. Anderen, eerste termijn over dit onderwerp. Ja, de heer Stoker. Pak. Ja, voorzitter, om te voorkomen dat voorstanders van het voorstel zaken met de hamerstukken te doen, had ik gedacht van ik ga toch nog even een bijdrage leveren. Afgelopen dinsdag hebben we uitvoerig stilgestaan bij uw voorstel om verklaring van geen bedenking af te geven om een tweede zonnepark in dit gebied mogelijk te maken. Het park heeft respect voor de inwoners van Steenwijk-Smoer die hier bezwaar tegen hebben gemaakt. Soms zijn er van die thema's waar inwoners zich door geraakt voelen en dat kenbaar maken en dit is er dan zo één. Men was van mening dat de aanleg van de landschappelijke waarde aantast en wijst op de waardevolle landbouwgrond ten koste van zonne-energie dat die zou worden opgegeven. Dat hier meer dan 20 jaar geleden een industriegebied was gepland, wat gelukkig niet is doorgegaan en waarna er dus nog ruim meer dan 20 jaar ook landbouwgrond heeft, dat de landbouwgrond in gebruik is geweest, dat wordt dan vergeten.
Bezwaarmakers vinden dat Stimmex Moer al voldoende bijdrage levert aan de energietransitie. En ik wil het hier nog een keer herhalen. Op 900 meter afstand en met alle aanpassingen die er in het proces zijn gepleegd, begrijpen we dat eerlijk gezegd niet. Zeker als je dan ook nog door het dorp fietst en kijkt hoeveel inwoners daadwerkelijk een bijdrage hebben geleverd om hun daken beschikbaar te stellen aan zonnepanelen, dan denk ik dat daar nog echt wel iets bij kan. Het feit dat er niet geluisterd wordt door de politieke wijze van ons immers, het zoekgebied is drastisch verkleind en vervolgens zijn er flinke aanpassingen gepleegd in het gebied om het juiste overlast die ervaren werd zo klein mogelijk te maken. De aanleg van zonneparken in dit gebied roept emoties op, ook vanwege de omvang. Feit is dat de samenleving, dus wij met z'n allen, staan voor een enorme maatschappelijke opgave om tot een energietransitie te komen. Als gemeenteraad zullen we ons de komende periode vaak niet populair maken met te nemen besluiten op dit thema. Dit gebied in gemeentelijk eigendom biedt juist de uitgelezen mogelijkheid met zo min mogelijk overlast tot een stap in de goede richting te komen. Op afstand van het dorp, met geringe hoogte en met inpassing in de landschappelijke omgeving. Dat wil niet zeggen dat we daarmee klaar zijn. Er zijn nog voldoende gemeentelijke eigendommen en ook particuliere eigendommen waar nog heel veel ruimte voor plaatsing van zonnepanelen is. Onze voorkeur gaat hier nadrukkelijk meer naar uit dan de vestiging van nog meer biovergissingsinstallaties of grote windparken. Ik hoop dat ook de bezwaarmakers Stimmex Moer uiteindelijk inzien dat dit gebied de meest logische en voor de hand liggende plek is een zonnepark te realiseren. Mijn fractie gaat akkoord met die voorstel. Helder, dank u wel. Anderen? Niet meer? Ja, de heer Zuur, CDA. En de heer Mulder zie ik daarna ook nog, ja. De heer Zuur, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij ons oordeel vanuit onze fractie over dit voorstel reeds uitgesproken. We hebben ons hierbij gehouden aan de tekst die staat in de motie die al op 10 juli 2018 in de Raad is ingediend. Deze motie werd door alle partijen gesteund, ook door de BBC, de VVD en PPC. In deze motie wordt het college verzocht, en ik citeer, om na het vergunnen van in totaal 48 hectare in het gebied bekend als Wateringen, en dan volgt er nog een zin achteraan, ten behoeve van het vastleggen in de beleidsregel. Door nu, of met name in de commissie, net te doen alsof hier nog iets aan veranderd kan worden, vinden wij is een valse hoop gegeven aan de inwoners van Stimmex Moer. Het is niet de eenvoudigste weg om ten overstaan van een volle tribune je rug recht te houden. Wij deden en doen dat wel. En dat er krap voor de definitieve besluitvorming nog een gesprek is geweest, is prettig. Maar was naar onze overtuiging ook ingegeven door het tellen van de stemmen in de commissie. Eerst even de heer Boy. Dank u, voorzitter. Ja, meneer Zuur, het was absoluut niet de bedoeling van BBC 2014 om inwoners op het verkeerde been te zetten en de illusie te geven dat wij in deze raadsvergadering voor zouden stemmen. Wij hebben ook die motie ondertekend, daar zijn we ons zeer van bewust. Ik heb ons het in eerste termijn dat ik het echt uitgebreid toegelicht hoe dat zit. Dus ik vind het niet terecht dat u zegt dat wij een illusie hadden willen wekken, alsof dat wel even iets zou kunnen veranderen. Dat wou ik wel even kwijt. De heer Zuur. Ik heb het over het risico dat de valse hoop wordt gewekt. Zo hebben wij dat geïnterpreteerd. Wanneer je in de loop der tijden toch wat anders gaat acteren dan dat je in eerdere instantie via een motie, notabene de eerste hand schriftelijk is door uw partij gelegd. Ja, dan vinden wij dat toch dat er richting valse hoop gekoesterd wordt. Ja, dat valt ons op en dat willen wij hier naar voren brengen. Hij stond nog aan. Dat is uw mening, maar ik wil absoluut, dat werp ik ver van af. Wij geven geen valse illusies. En ja, wat u daarvan denkt, hoe u dat interpreteert en hoe u dat veronderstellingen, hoe u dat zich inbeeldt, dat is uw mening. Maar ik wou dit wel even heel duidelijk stellen. Dank u wel daarvoor. Ja, we leven in een democratie, dus ik mag die mening vanuit onze fractie hier ook dan verkondigen hoe wij dat interpreteren. Het zou mooi zijn als dat gewoon ook inderdaad kon. En daar kan ook een reactie op gegeven worden natuurlijk.
Nogmaals hopen wij en verwachten wij dat partijen na deze definitieve besluitvorming om de tafel gaan om de verwachte overlast en de zorg uitgesproken in de zienswijzen te bespreken. Wij hebben begrepen dat die bereidheid er is en er blijkbaar is er ook al een gesprek geweest. Dat verheugt ons natuurlijk, want uiteindelijk is het die bereidheid van partijen die je nodig hebt om de verbinding te maken. En volgens mij sluit die heel mooi aan bij de interruptie die nu komt. De heer Bonkers. Goed, u weet al wat ik ga zeggen. Wij hebben ook niet gezegd dat we niet voor het voorstel zouden stemmen. Het commentaar betreft vooral over hoe het proces vergaan is. En juist doordat we iets uitstel hebben gecreëerd, is er nou ook een gesprek gaande is geweest. Nou, wat u net ook aanhaalde, is dat toch misschien toch meer bij elkaar gekomen. En daar wil ik u toch meegeven. Ja, ik heb er al iets over gezegd. Volgens mij is het gekomen doordat even de stemmen geteld zijn. En dan kun je misschien toch nog de bereidwilligheid krijgen. Omdat je anders ziet dat je misschien helemaal naar de definitieve besluitvorming nog om de tafel moet gaan zitten. Dat er een gesprek is geweest, was niet anders geweest. Tenminste, zo heb ik het begrepen uit de stukken en uit de opstelling van de heer Prinsen. Dat had ook na de definitieve besluitvorming nog heel goed, was dat mogelijk geweest. Ja, dit lost u niet op. Dit zijn interpretaties. Ja. Alles is mogelijk, zou ik zeggen. Absoluut. Gaat u vooral verder. Volgens mij was ik er. Dank u wel. Ik dank u. Ik zag ook de heer Mulder, Gilbert Mulder moet ik dan altijd bij zeggen. In voorkoming van verwarring met de heer Mulder aan de andere kant van de zaal. Gaat uw gang. Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn bezig met de invulling van duurzaamheid. En dat doen we met een zonnepark langs de N34. En dat is geen eenvoudige opgave. Dat hebben wij in de raadscommissie gezien. We hebben voor- en tegenstanders gehoord. En zoals net ook al werd aangegeven, wij snappen ook deze mensen. Maar we hebben als raad daar ook andere afwegingen in te betrekken. En daar zijn wij in november 2014 al mee begonnen door een zoekgebied, een onderzoek in te stellen en te kijken of daar duurzame energie kan worden opgewekt langs de N34. Dit is in 2015 opnieuw bekrachtigd door bijna een raadsmeerderheid. In 2016 is de eerste invulling in beeld gekomen. En hebben wij ook een eerste uitwerking gekregen van de plannen. In juli 2018, is er een motie hier aan de orde geweest om geen invasie van zonneparken te krijgen langs de N34. Nou, daar hebben alle partijen mee ingestemd. En het zoekgebied is zoals dat nu voor ligt. Daar geven we nu invulling aan. En daarom kunnen wij als PvdA-fractie ook instemmen met de verklaring van geen bedenkingen. En daarmee gaan wij als gemeente ook de richtlijn nog verder met en voeren wij een consistent gemeentelijk beleid op dit gebied. En wij willen dus hier ook mee verder, maar daarbij het college en de wethouder wel vragen om in gesprek te blijven met de bewoners van Steenwijksmoer en de ontwikkelaar over de exacte invulling van dit zonnepark om dit zo goed mogelijk in te passen. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik nog even de zaal rond. Ja, de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. PPC is blij dat er eindelijk eens een raadsvoorstel ligt dat er werk voortgezet kan worden en worden gerealiseerd. Wij begrijpen uiteraard de inwoners van Steenwijksmoer ook wel. En
Maar ik heb ook wel het vermoeden dat in ieder geval sommige mensen daar ook niet begrijpen wat het bestuur van, of althans de wethouder wou. Ik denk dat daar ook wel eens wat miscommunicatie zit en zat. Maar wij zijn blij dat zij toch ook in gesprek zijn geweest met afgelopen zaterdag. En hopen dat het allemaal wat opgeklaard is. Maar in ieder geval, bij voldoende denk ik op deze manier ook wat we afgesproken hebben in de tijd waar we naartoe willen met dit zonnepark en dat die gerealiseerd zou worden. En hoe er wordt meegewerkt om het zo min mogelijk storend te laten zijn. Ja, alle voorwaarden wat ons betreft wordt voldaan. En wij hopen wel dat het plaatselijk belang van Steenwijk Smoer met de wethouder en met de initiatiefnemers nog eens in gesprek gaat om dit verder uit te werken. Maar wat ons betreft kan het zonnepark daar worden gerealiseerd. En we wensen ieder daarin veel wijsheid. Dank u wel. Goed, daarmee zijn we aan het eind van de eerste termijn van de kant van de raad gekomen. Ik geef het woord namens het college aan de heer Huizing. Voorzitter, ik zou eigenlijk misschien heel blij moeten zijn dat we een stap kunnen zetten in de verduurzaming als ik de bijdrage van uw raad hoor. Maar toch overheerst bij mij op dit moment een beetje een verdrietig gevoel. En verdrietig niet vanwege kritiek, want volgens mij kritiek die mag je geven, zeker als kritiek terecht is. Maar wel dat we opeens weer teruggaan naar volgens mij al heel lang gepasseerde stations, waar al meerdere keren over gesproken is. En toch is dat blijkbaar het enige punt wat dan nog gevonden kan worden. Ik heb de BBC heeft terecht geconstateerd en VVD dat het ook aan het begin van het traject is misgegaan. Niet het traject voor deze specifieke aanvraag die nu voor ligt, aan het begin van het traject voor de beleidsregel. En daar stond inderdaad een gebied rondom Steenwijk Smoer ingetekend, wat veel te groot was, wat andere beelden opriep in Steenwijk Smoer dan de bedoeling was, waar we ook op een vervolgens een informatieavond in Steenwijk Smoer over hebben gesproken. Ik heb daar toen heel duidelijk aangegeven, dit was niet de bedoeling. We hebben later in gesprekken met Steenwijk Smoer, hier in gesprek in uw raad hebben we het daarover gehad. Ik heb daar een aantal keer excuses voor aangeboden en dan denk ik van ja jongens, moet je daar dan over blijven terugkomen? Ik vind hem eigenlijk erg jammer dat dat op die manier gaat. En wil dat dan zeggen dat ik vind dat alles goed is gegaan? Ik ben altijd bereid om kritisch naar mezelf te gaan kijken. En volgens mij in communicatie, en dat weten we allemaal, dat is het allermoeilijkste wat er is. Daar gaan dingen fout, daar zullen dingen fout blijven gaan. Volgens mij moeten we dat ook vooral accepteren en moeten we dan kijken hoe we dat volgende keer anders gaan doen. Als ik nu terugkijk van ja, wat had ik hier buiten de beginfase? Volgens mij nu even streep daaronder. Wat mij betreft was die al gezet, maar laten we die nu heel duidelijk gaan zetten. Buiten die beginfase denk ik dat we vanuit een rol die we als gemeente eigenlijk niet hebben op dit punt. Want het is een initiatiefnemer die iets gaat doen en die wat wil. Maar omdat er ook vanuit ons geproefd werd van nou, het is wel handig om hier, misschien vanwege de stad, toch wat nadrukkelijker op te zitten. Zijn er niet één gesprek heeft er plaatsgevonden met plaatselijk belangstelling Smoer. Dat was er eentje waar de initiatiefnemer ook bij was. Maar op uitdrukkelijk verzoek van plaatselijk belang is er in eerste instantie niet met de initiatiefnemer daarbij gesproken. Vond ik op dat moment wel erg jammer. Maar als dat nodig is voor het proces doen we dat. Later is nog een keer door mijzelf en wethouder Siers gesproken met plaatselijk belang Steenwijk Smoer over dit onderwerp. Er is dat gesprek met de ontwikkelaar erbij heeft plaatsgevonden. Ja, en als dan daarna het bericht komt waar wij in de verwachting waren zowel gemeente als de ontwikkelaar van er komt een inhoudelijke reactie, is de reactie van nee. En ik heb hem hier letterlijk opgeschreven zoals die de mail staat.
We gaan niet inhoudelijk reageren, dat is niet letterlijk. En dan, de inwoners zijn tegen elke initiatief rondom ons dorp. Genoeg is genoeg. Ja, volgens mij is er dan gewoon geen ruimte meer voor een gesprek. En dan kunnen we nog steeds gaan proberen om het gesprek maar te blijven voor laten gaan. Dan is die ruimte er niet meer. Volgens mij moet je dan ook met z'n allen concluderen, we gaan verder. We hebben nog wel gezegd van, mede naar aanleiding van de brief die ook gememoreerd is in een, volgens mij was de bijdrage van BBC, van de heer Prinsen, waarin hij het heeft over zijn participatiemogelijkheden. Ja, het is goed om dat gewoon wel helder te gaan krijgen. De uitnodiging voor dat gesprek ook wederom vanuit de gemeente verstuurd. Nou, daar heb ik in de commissie al van gezegd, ja, ik snap best dat plaatselijk belang zegt van nou, het gesprek zou pas na vaststelling hier plaatsvinden. Voordat wij het accepteren, willen we eerst even afwachten hoe de raad erin staat. En dan kunnen we dan alsnog dat gesprek laten plaatsvinden. Dat is volgens mij een hele legitieme overweging. Maar ook die uitnodiging lag er nog steeds. De Bonkers. In de beleidsregel staat dat het draagvlak moet zijn. Als dat er niet is, dan heeft de wethouder toch ook een taak om dit draagvlak op een andere manier te creëren. Nee, daar verschil ik wel fundamenteel met u van mening. Ten eerste staat het draagvlak lokale binding. En draagvlak, volgens mij is draagvlak niet, als we maar heel hard roepen dat we ergens tegen zijn, dan is er geen draagvlak. Ik weet niet meer welke bijdrage het was, er werd al gewezen van ja, een draagvlak onder omwonenden. Ja, wanneer ben je omwonenden? Is dat als je op 200, 300, 400, 500 of in dit geval 900 meter of verder woont. We hebben hier duidelijk geoordeeld van er zijn diverse pogingen gedaan. Lokale binding is ingevuld middels, of wordt ingevuld middels participatievoorwaarden. Wij hebben dit gedeelte in onze beleidsregel gebaseerd op de voorwaarden die in de oude provinciale stukken stond. Ook die schrijven heel duidelijk voor dat draagvlak in dit geval ook het bieden van die participatiemogelijkheden is. Dus ja, onze conclusie was, maar dat heeft u ook in de zienswijze kunnen lezen, dat er die voorwaarden van die lokale binding, dat daar wel aan is voldaan. Ja, en dan hebben wij de vraag van wat is dan het verbindende bestuur hierin? Ik was nog niet bij de reactie op uw bijdrage, die komt nog, die komt nog. Ik was bij het gesprek wat inmiddels inderdaad weer heeft plaatsgevonden. Ook met de initiatiefnemer die ook aangaf van nou, het is een hele terechte vraag of verzoek wat de gemeente neerlegt voor die duidelijkheid over de participatie. Dat heeft geresulteerd in de brief. Dus volgens mij is dat ook iets waar wij ons uitdrukkelijk voor hebben ingespannen. Omdat wij inderdaad het wel van belang vinden. Alleen wil niet zeggen dat wij zelf het draagvlak gaan zoeken. En vervolgens heeft de initiatiefnemer ook gezegd van nou, het lijkt mij goed om ook met een aantal fracties nog te gaan praten. Omdat er een beeld geschetst wordt wat niet overeenkomstig de werkelijkheid is. Dat wil ik graag rechtzetten richting een aantal fracties. Dat is gebeurd, heb ik ook begrepen. En ook heeft hij daarbij aangegeven, ja, en ik heb wel al wat concrete ideeën. Misschien is het goed als ik gewoon zelf nog een keer een poging waag om eventueel vooruitlopend op gesprekken die nog later plaatsvinden, waar wij als gemeente best bereid zijn om weer aan te schuiven, daarop vooruitlopend ook nog een keer duidelijk te maken wat dat zou kunnen zijn wat ik te bieden heb. Nou, volgens mij heel goed dat gebeurd is. De reactie van de VVD. Nou, hoe ga ik hem zeggen? Ik ben blij met uw omarming van verbindend besturen. Dat is niet altijd zo geweest. Ik vind het alleen heel erg jammer dat u het zo goedkoop wegzet als u dat nu doet. Maar wij willen graag met u in gesprek blijven om hier toch onze beelden van verbindend besturen, als die nog niet helder zijn overgekomen, om die met u te delen. Want volgens mij is het nog wel de moeite waard om daar nog eens een gesprek over te gaan voeren. Nou, de PvdA heeft volgens mij een hele goede schets al gegeven van de start van het traject in 2014 al. En dat, ik moet uw raad ook een compliment geven voor de consistentie die u toont. Want in 2014 heeft u gevraagd om
onze gronden, maar zo mogelijk, dat kwam ook daar al naar voren in de beraadslagingen, de andere gronden om die te benutten. Dat heeft u in 2015 gedaan. Dat is bij de start van de ontwikkeling of van het initiatief voor het zonnepark op onze gronden is dat aangegeven. Ook in de pers is dat toen nog uitgemeten dat daar de interesse eigenlijk uitging naar het invullen van de invulling van het hele gebied. Dat heeft u in 2018 in de motie heeft u dat nog een keer daar vastgelegd. Dus volgens mij een compliment dat u hiermee ook die houding vasthoudt en daarmee doorgaat. Dat was wat mij betreft. Goed, dank u wel. Ik kijk even, is er behoefte aan een tweede termijn over dit onderwerp? Ja, die is er wel, proef ik. Ja, dan zullen we dezelfde volgorde hanteren als we hebben gedaan. U mag blijven zitten, meneer Boye, dat geldt weer. Ga er aan. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik wil even terugkomen op het gegeven dat wel, dankzij het uitstel naar de raad, de contacten gelegd zijn tussen PBS en Prinsen. En net als de VVD hebben wij contact gehad met partijen en hen opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan. En dat is gelukkig gelukt. En na de eerste signalen die wij gekregen hebben, zijn die gesprekken ook respectvol naar elkaar geweest en positief. Verder vind ik, ik ben tevreden met de beantwoording van de wethouder. En ik vind het wel mooi dat hij eigenlijk aanbiedt om eventuele vervolggesprekken bij te wonen als daar eventueel behoefte aan is. Dat is het tweede termijn van mij. Dank u. Dank u wel. De heer Bonkers. Wij willen juist alleen aangeven dat het niet gaat wat wij vinden van verbindend besturen, maar dat het wel uitgedragen wordt. En ja, als dan bij één iemand de deur dicht gaat, dat je dan wel moet proberen om te zorgen dat die deur misschien weer open gaat en het gesprek kan blijven volgen. Maar wij hebben wel alles even nagekeken en nagevraagd. En in de provincie en in de gemeente kunnen wij niet anders dan instemmen met dit beleid. En dat is eigenlijk ook ons standpunt in deze. Helder, dank u wel. Anderen nog in tweede termijn? Is niet het geval? Goed, dan denk ik dat we de beraadslagen kunnen sluiten. Maar nu krijgen we een bijzondere afsluiting van dit agendapunt. Niet bijzonder in de zin dat we iets onwettelijks doen, integendeel, maar het gebeurt niet vaak dat er verzocht wordt om hoofdelijke stemming. Dus dat gaan we doen, maar dan is daaraan voorafgaand in iedere vorm van stemming, of je het nou hoofdelijk of niet hoofdelijk doet, is natuurlijk wel de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen. En dat is dus eerst aan de orde. En de heer Soppe heeft daarom gevraagd. En u heeft het mij eerder horen zeggen dat iedereen heeft dat recht. Dus ik begin met de heer Soppe en dan kijk ik of er nog andere mensen in deze raad zijn die behoefte hebben aan een stemverklaring. Dan zal ik, en zo gaat het namelijk bij een hoofdelijke stemming, uit dit doosje wat in deze periode, nou ik moet nog testen of hij open gaat, want zo weinig wordt hij gebruikt. Hier zitten, ja ze zitten er nog steeds in, rolletjes papier met een naam of nummer, beter gezegd nog erop. Die nummer komt overeen met de lijst van aanwezige raadsleden die we hier hebben liggen. En de griffier zit er klaar voor om de categorie voor of tegen aan te kruisen bij het raadslid wat ik zal roepen, hè, waarbij de stemming begint. En dan gaan we in volgorde van die lijst de zaal rond totdat we kunnen constateren dat iedereen zijn stem heeft uitgebracht en wat dan daarvan de opbrengst is. Dus ja, dat is de procedure bij een hoofdelijke stemming. De heer Zuur. Voorzitter, heb ik het gemist of is er een verzoek gedaan om hoofdelijke stemming? Zeker, in de bijdrage van de heer Boye. De voorzitter heeft daarop gelet, zoals u van een voorzitter mag verwachten. U weet dat, u bent ook vaak genoeg voorzitter. Dus u kunt mij rustig vertrouwen daarin. Ik heb het goed gehoord. En de heer Boye bevestigt dat. Meestal wordt een hoofdelijke stemming gevraagd omdat het vermoeden bestaat dat er meerdere raadsleden wellicht niet helemaal aangesproken worden door de woordvoerder, hè, of door het merendeel van de fractie uitgedragen lijn.
Nou, in ieder geval is de positie van de heer Soppen al gebleken uit zijn punt van orde aan het begin. Maar het kan zijn dat er andere raadsleden zich aangesproken voelen door deze bijzondere kans die zich nu aandient. Ik wil niet oproepen tot bestuurlijke ongehoorzaamheid richting het fractiestandpunt, maar ja, een beetje reuring zou het wel veroorzaken. De mogelijkheid tot een stemverklaring, daar ga ik nu eerst op in. De heer Soppen. Dank u wel, voorzitter, dat ik mag toelichten waarom ik tegen dit raadsvoorstel ben. Voor mij zojuist heel moeilijk om niet aan het debat deel te nemen, maar ik heb gezegd, ik ga niet aan het debat deelnemen. Maar het was wel even lastig voor mij. Zonnepark Wateringen, waarschijnlijk het meest besproken stuk grondgebied in de gemeente Coevorde. Een project waar vanaf het begin de communicatie te wensen overliet. Waardoor partijen als Kemphanen tegenover elkaar kwamen te staan en er pas op het allerlaatste moment door bemiddeling van BBC en VVD tot een gesprek kwam. Kortom, een proces dat geen schoonheidsprijs verdient. Op 6 november 2018 heeft deze raad ingestemd met de beleidsregel Zonneparken gemeente Coevorde. In deze beleidsregel is opgenomen dat het college de volgende prioritering volgens de zonneladder hanteert. Gebouwgebonden zon op dak, grondgebonden zon op maaiveld binnen de stedelijke omgeving. En als bovengenoemde pogingen geen resultaat hebben opgeleverd, dan pas grondgebonden zonne-initiatieven met maatschappelijk draagvlak buiten bestaand stedelijk gebied. Ik herhaal, met maatschappelijk draagvlak. En meneer Huizing, ik heb het hier nog voor me staan in de beleidsregel. Graag college en raadsleden, met 550 petities en 79 ingediende zienswijzen op een dorp van 900 inwoners, kun je toch niet anders concluderen dat er duidelijk geen draagvlak is? Wat zegt mij deze beleidsregel dan nog? Toch helemaal niets. En zienswijzen die ongegrond worden verklaard door de eigen organisatie. Is dat niet de slager die zijn eigen vlees keurt? Het college heeft de afgelopen jaren ingezet op verbindend besturen en het versterken van de lokale democratie. Zie ook de doelstelling van het raadsakkoord samenlevend. Dit besluit schaadt het vertrouwen in de lokale democratie. Een groot staatsman als Winston Churchill zei ooit: democratie is de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Helaas voor de inwoners van Stemmingsmoer hadden jullie vanavond niet de moed om te buigen. Ik dank u. Dank u wel. Anderen, behoefte aan een stemverklaring, de heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Na zo'n stemverklaring kriebelt het bij mij toch om ook een stemverklaring af te geven waarom ik voor dit voorstel zal stemmen. Wat mij betreft kan het voor geen enkele inwoner van deze gemeente een verrassing zijn dat we vanavond een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor dit plan. Vanaf 2014 heeft de gemeente en deze raad volstrekt consistent beleid gevoerd en is daar veelvuldig over gecommuniceerd in de pers. De raad heeft haar standpunt, wat steeds bij overgrote meerderheid werd genomen, op diverse malen in de loop der jaren hoe dan ook bevestigd. De wethouder die refereert aan een fout omtrent zeg maar de eerste beleidsregel die later bijgesteld is. Daar zaten wij met z'n allen ook bij, dus die kunnen we onszelf ook aantrekken als raad. Maar dat dit plan vanavond zijn definitieve beslag krijgt, ja, het lijkt mij volstrekt logisch, transparant en volgens mij niks op af te dingen en daarom stem ik voor. Goed. Volgens mij is nu wel toegelicht, want het is een stemverklaring. We hebben nu een toelichting gekregen waarom er een tegenstem zal zijn. En een toelichting waarom er een voorstem zal zijn. Voor de rest is ook wel uitgebleken uit de bespreking hoe de verschillende fracties erin staan. Volgens mij is de balans weer aardig aanwezig. Ik kijk toch nog even formeel rond, want inderdaad, behoefte aan stemverklaring is een recht. En dus als iemand het wil gebruiken, mag dat. Niemand meer. Dan gaan we over tot de stemming. Volgens de zojuist al toegelichte procedure, ik graaf in het bakje om te zien waar op de lijst ik begin. En dan hoop ik dat het niet de heer Kamps betreft.
Want dan hebben we een ander probleem. Dat is nummer 23. En niemand mag bingo roepen. Maar het is wel de heer Stoker waarbij de stemming begint. Ik verzoek u luid en duidelijk aan te geven of u voor of tegen het voorstel bent. Meneer Stoker. Voor. Mevrouw Streur. Voor. De heer Zuur. Voor. De heer Ten Berge. Voor. De heer Blanken. Voor. De heer Bonkers. Voor. De heer Boy. Voor. De heer Bouwers. Mevrouw Driehuis. Voor. Mevrouw Visseling de Vries. Voor. De heer Heling. Voor. De heer Hoedemaker. Voor. De heer Holties. Voor. De heer Hoge. Voor. Mevrouw Jaspersen. Voor. Mevrouw Katerberg. Voor. Mevrouw Klein-Gunnewijk-Penteman. De heer Mulder, G. Mulder. Voor. De heer H. Mulder. Voor. De heer Nijenbanning. Voor. De heer Oudeboon. Voor. Mevrouw Sieben. Voor. De heer Slomp. Voor. De heer Soppen. Tegen. En daarmee zijn we weer rond, want dan volgt de heer Stoker. Die heeft zijn stem al uitgebracht. Nou, zoals u al heeft kunnen meetellen, leidt dat tot de conclusie dat met één stem tegen en de overige stemmen voor dit voorstel is aangenomen. En daarmee is dit agendapunt ook afgesloten. Dan heeft u ook eens ervaren hoe het gaat als je hoofdelijk stemt. Daarmee, dames en heren, zijn we bij het één na laatste agendapunt van vanavond. Want er volgt ook een motie vreemd aan de orde van de dag. Maar we hebben eerst nog het voorstel van het college in zaken het jaarverslag 2018 te doen. Waar het raadsvoorstel vraagt aan u om het jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2018 vast te stellen. Kennis te nemen van het accountantsverslag en het negatieve rekeningssaldo van 223.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Wie mag ik hierover het woord geven? Ja, mevrouw Streur, BBC. Dank u wel, voorzitter. Graag weer. Ho. Ik vraag even of u ook dispensatie heeft gevraagd. Pardon? U heeft geen dispensatie gevraagd. Dan verzoek ik u plaats te nemen op de spreekgestoel. Ja, dat is nou eenmaal de afspraak. Ik wil even toelichten, voorzitter. Omdat dit stuk rechtstreeks in de raad zit en niet in de commissie behandeld is, heeft mevrouw Steur, die heeft een aantal vragen over haar vakgebied, over haar portefeuille. En het woord zal straks gevoerd worden door de heer Holties. Okay. Zo zit het. Maar in de commissie heb ik ook als voorzitter gevraagd om in de raadsvergadering wel de normale volgorde te bewandelen. Dus eerst een vragenronde. Ja. Het is goed dat u daar even op teruggrijpt. Ja. Nee, blijf alsjeblieft staan. Okay. Ik denk dat het goed is dat we dan inderdaad eventjes inventariseren straks voor zover er behoefte bestaat aan vragen. En dat we dan inderdaad even het rondje maken met de woordvoerders op dit onderwerp, zoals van de BBC dan nu duidelijk is. Mevrouw Steur, eerst over de vragen die nog leven. Gaat u gang. Opnieuw bedankt, voorzitter. Graag wil ik enkele vragen stellen over het programma 2, werk, jeugd en zorg. Het gaat met name om de passage op pagina 20. Daar wordt geschreven over de financiële ondersteuning voor inwoners bij het lange thuiswonen. Daarin opgenomen staat in de alinea dat hierover nog geen besluiten zijn genomen. In de raadsvergadering van 6 november 2018, bij de behandeling van de programmabegroting 2019, heeft onze fractie BBC 2014 een motie ingediend in zaken de blijvers en verzilverlening. Wethouder Brink heeft daarbij aangegeven hiermee bezig te zijn. Maar we hebben helaas nog geen uitwerking gezien. Hoe lang denkt de wethouder het nodig te hebben om dit voor onze inwoners te regelen? Dan heb ik een vraag over op pagina 21, problemen over leeftijden van Meira.
Enkele maanden geleden is er een enquête verzonden naar de gebruikers van hulpmiddelen om hun ervaring te peilen. Het blijkt dat de enquête ongeschikt is voor dementerende inwoners en dienstmantelzorgers. Naar verwachting heeft dit een negatief effect op de respons. Het probleem is met Gerry Wolbers besproken en hij zal dit bespreken met het onderzoeksbureau dat de enquête heeft opgesteld. Wanneer worden de resultaten van het onderzoek verwacht? En dan wat betreft de sport. Wat we missen is informatie over de stand van zaken of de acties die zijn ondernomen of contacten geweest met de binnensport. De eerder aangekondigde bezuinigingen zijn weliswaar van tafel, maar wat is er daarna gebeurd om de verenigingen te faciliteren? Even los van het persbericht wat we hebben kunnen lezen. Kan de wethouder hierop een toelichting geven? Dit waren mijn vragen. Ik heb nog een algemene vraag, als het mag. En dat is over de kosten die maar oplopen in de jeugdzorg en de WMO. Wij vragen ons toch af hoe de wethouder grip blijft houden op de toenemende stijging van de kosten en welke acties te worden ondernomen om de kwaliteit versus kosten binnen jeugdzorg en WMO scherper te monitoren. Zijn we als gemeente Coevorden met de beschikbare informatie in staat om knelpunten tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen, zodat we niet achteraf met problemen en daarmee verband houdende hoge kosten worden geconfronteerd? Dit was mijn vraag. Dank. Ik kijk even verder of er andere leden van de raad zijn die eerst behoefte hebben aan het ophelderen van een aantal vragen. Dat is er breed. Ik begin toch daar en dan werk ik zo naar mevrouw Siebe toe. Mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vijftal vragen, dus het zijn er niet zo heel erg veel. Onder het kopje kunst en cultuur willen we heel graag van de wethouder horen wanneer de zogenaamde herijking cultuur aan de raad wordt aangeboden. In het kader van de individuele voorzieningen hebben we gezien dat met ingang van 2021 er een landelijke herverdeling financiën gemeentelijk domein jeugd en WMO zal plaatsvinden. Hierdoor komen in Drenthe de financiën verder onder druk te staan. Kunnen wij als raad in de komende periode het gesprek aangaan over positieve gezondheid en wat dit eventueel zou kunnen bijdragen om de zorg anders en minder financieel gedreven te organiseren? Bestuurlijke samenvatting. U zegt zich zorgen te maken over de maximale belasting van het energienet bij de realisatie van zonneparken. Maar hoe zit dit met de te realiseren windturbines? Even kijken. De lokale heffingen. We hebben gezien dat het aantal kwijtscheldingen oploopt. Is hier sprake van een stijgende trend? En zo ja, hoe anticiperen wij daarop? Kijken we bijvoorbeeld hoe mensen beter geholpen kunnen worden? En dan wat betreft het sociaal domein nog. Wij weten dat er een herverdeling van de zorgtaken gemeentes gaat plaatsvinden per 2021. Worden de risico's daarmee niet groter per dat jaar? Dank u wel. Ik zie het toch ook nog een beetje als mijn onderwerp bij de commissie wat doorgeschoven is. En in dat kader voel ik toch ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Het moeten wel vragen zijn die over de jaarrekening gaan. Ja. En ik hoor ook een aantal vragen er tussendoor gesteld die meer te maken hebben met nu en in de toekomst. Dan dat ze terugslaan op het onderwerp toen. En dat is de jaarrekening. Dus daar zou ik toch wel wat aandacht voor willen vragen. Ik ga ervan uit dat de wethouders ook wel de manier waarop ze met de beantwoording omgaan daar wel even rekening mee kunnen houden. Ik vind het lastig om met een schaartje te knippen wat dan af zou moeten vallen. Het is wel duidelijk, daar zijn we denk ik allemaal over eens. Het gaat nu om de beleidsmatige vragen die hetzij in het vraaguurtje zijn blijven liggen, dan wel later wegens gebrek aan de mogelijkheid in de commissievergadering dan aan de orde hadden zijn geweest en die nu even gesteld kunnen worden. Hè. Dus daar hou ik me maar aan vast dat ook voor u voldoende helder is. Ik zag ook, dacht ik, de heer Hoedemaker. We gaan inderdaad zo naar voren naar mevrouw Siebe en ik ben mevrouw Katerberg echt niet vergeten. Nee. De heer Hoedemaker dus. Dank u wel, voorzitter. In de schriftelijke beantwoording van mijn vraag over nieuw beschut werken gaf u aan dat na proefplaatsing bij EMCO na verloop van tijd een vast contract verkregen wordt door personen die goed functioneren. Dat laatste intrigeert me. Wanneer wordt er in dit verband gesproken over goed functioneren? En tevens geeft u aan dat er 8500 euro
per werkplek aan subsidie wordt gegeven. Kan de wethouder toelichten waarom er geen subsidie naar RATO wordt gegeven? En nou had u nog een vraag, maar die heb ik kwijt. Dat is toch lullig? Ja, dat is dan vooral spijtig voor u. Ah, jawel, ik heb hem wel. Ja. Want we hebben vandaag al veel gesproken over duurzaamheid en vernieuwbare energie. Maar in de vorige begrotingsvergadering gaf de wethouder aan dat de gemeente de ambitie had het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en te streven naar energieneutraliteit voor het maatschappelijk vastgoed per 2030. Kan u aangeven of u wat dit betreft op schema ligt? Helder, dank u wel. Ik kijk even naar voren gaand waar we dan terechtkomen. De heer Mulder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Eentje is overgebleven uit technisch vragenuur. Er wordt gesproken in het jaarverslag over het Shared Facility Center. Kunt u daar een nadere toelichting op geven wat de denkrichting daarbij is? De volgende vraag is de onderwijsachterstand. Die vullen we in met VVE en Logo 3000. Dit loopt goed, is wat wij terugkrijgen, maar is ook helder hoe wij hier opvolging aan geven. Want dat is maar voor een kortlopende duur. Dus wat kunnen wij nog meer als initiatieven doen? De laatste vraag die ik heb is dat gaat over de jeugdzorg. En de vraag is of er al duidelijkheid is of de recente meicirculaire meer ruimte geeft. Dank u wel. Helder, dank u wel. Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee korte vragen. Eentje komt nog uit het vragenuurtje en gaat over programma 2, over de shared savings. Er staat in het jaarverslag dat het geld dat bespaard wordt vanwege het voorkomen van problemen, dat het opnieuw geïnvesteerd wordt. Wij vragen ons af hoe je meet welk bedrag bespaard wordt. Het tweede gaat over de grondexploitaties. Wij hebben in januari 2019 nog een brief ontvangen dat niet alle gronden uit de publiek-private samenwerking combinatie regionaal overslagcentrum Koevoorde verkocht zijn. Hoe staat het nu met deze PPS-constructie? En waarom is deze in 2018 al op nul gewaardeerd? Dank u wel. Mevrouw Katerberg, CDA. Dank u, voorzitter. Wij hadden nog twee vragen over uit het vragenuurtje. Maar dat is het risico als je als laatste bent, dan worden ze voor je voeten. Geeft niks. Ik wil toch nog even die herrijking van kunst en cultuur toch maar ook mede benadrukken. Zijn wij ook benieuwd naar waar wij dan aan mogen of moeten denken. En de tweede, over duurzaamheid, ook iets aanscherpen. Wordt er actie ondernomen naar de overheid en van daaruit naar netbeheerders voor het uitbreiden van de maximale belastbaarheid van het regionale net? Wellicht mag ik dan zo brutaal zijn om een punt uitmondend in een vraag nu ook te stellen? Ja, als het maar eindigt in een vraagteken. Dat ga ik doen. Er is in de laatste jaren regelmatig gediscussieerd over of een bijzonder resultaat incidenteel is of structureel. Het is dan ook terecht dat de accountant hier op verzoek van de Raad via het auditcomité naar gekeken heeft. De accountant adviseert daarover om iets hierover op te nemen in onze financiële verordening. Dat is nu namelijk niet het geval. Het BBV, de richtlijn voor verslaglegging, geeft hiertoe handvatten en definities. De portefeuillehouder heeft dit financiën, heeft dit in het auditcomité ook toegezegd. Dus onze fractie gaat ervan uit dat er binnenkort een aangepaste financiële verordening voor ligt. Kan de wethouder hier een tijdpad voor geven? Lijkt me een heldere vraag. Goed, zijn we daarmee door alle vragen heen.
Dan lijkt mij goed dat de verschillende portefeuilles eventjes kort ingaan op de vragen. En dat we dan inderdaad ons als voldoende geëquipeerd mogen beschouwen om een mening te geven over datgene waarover die mening wordt gevraagd in het raadsvoorstel. Ik kijk even naar het college. Heeft het college nog iets tijd nodig? Nou, kan direct. Nou, gaat uw gang. Wie eerst? De heer Zwiers, over de algemene financiële kaders. En hij is ook de portefeuille natuurlijk, dus dat is ook niet meer dan terecht. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij ging het eerst om de vragen. En daar waren er maar eigenlijk een paar. Maar één. Want de VVD die vroeg ten aanzien van de jaarrekening waarom de grond die in het ROC zit niet opnieuw gewaardeerd wordt. Nou ja, dat lijkt me niet zo handig, want die grond die is er gewoon en die heeft gewoon waarde. En die grond die wordt pas ingebracht bij verkoop aan de exploitant, aan de initiatiefnemer. En vervolgens hebben wij een afspraak gemaakt over de winst. Dus in ieder geval, op het moment dat wij gaan ontbinden, vervalt die grond gewoon simpelweg weer, de rechten op die grond simpelweg weer naar de gemeente Coevorden. Moeten we met elkaar afrekenen over de kosten in het ROCC. En vervolgens heeft die grond gewoon haar normale waarde. Dus grond afweren opnieuw, dat lijkt mij niet heel erg handig. Goed, mevrouw Siebe wenst het woord. Ja, zo gaat dat, mevrouw Siebe. Dank u wel. Maar hij staat wel op nul. In de jaarrekening. Voor het ROCC wel, maar het is natuurlijk gewoon onderdeel van onze grondexploitaties. En daar is hij natuurlijk wel gewaardeerd. Wordt een beetje technisch, maar dan hoor ik graag waar die dan wel staat. Nou, waar die precies staat, daar ga ik u natuurlijk niet. Daar kan ik, dus dan wordt het inderdaad technisch, maar we zullen in ieder geval meenemen. Grond wat voor een x-bedrag al overeengekomen is, ja, dat heeft absoluut een waarde. Ja, dat begrijp ik ook. Maar ik heb een lijstje hier en daar staat het bedrijventerrein Coevorden ROC op nul gewaardeerd. Dat gaan we dan wel nakijken. Maar het kan nooit op die manier zomaar gewaardeerd worden dat een perceel grond, wat echt zijn normale waarde heeft, dat het nergens gewaardeerd is. En volgens mij moeten we daar even schriftelijk op terugkomen. Hoe dat werkelijk zit. Goed. Had ik nog één andere zaak. Dat was, we zouden wat richtlijnen geven over wanneer is iets nou een incidenteel of een structureel opbrengst of uitgaven. Nou, daar zouden wij, heb ik inderdaad toegezegd in het auditcomité, dat daar een voorstel voor komt. Maar wij doen gebruikelijk nieuwe financiële verordeningen bij de begroting. En ik wou hem ook het liefst wel op die plek laten, als dat mag. Heel fijn, dankjewel. De begrotingsbehandeling. Bij de begrotingsbehandeling. Over de begroting 2020. Dus 2020. Toch afzienbare termijn. Ja. Oké, correct. Dank u wel. Helder. De heer Huizing. Ik doe ze maar even op volgorde van binnenkomst, zeg maar. De herijking cultuur, wanneer wordt die aangeboden? Ja, een precieze datum kan ik u niet noemen. Ergens in dit jaar, er wordt op dit moment de gesprekken worden gevoerd, grote lijnen worden opgepikt. Zoals u weet hebben wij ook nog een ambitie geformuleerd als het gaat om culturele gemeente. Nou, daar hopen wij ook binnenkort wat meer over te kunnen aankondigen. Dus dat, het onderwerp staat, heeft op dit moment volop onze aandacht om ook niet alleen richting dat culturele jaar te kunnen gaan, maar ook voor verder het cultuurbeleid weer goed in de stijgers te hebben, zeg ik daar, nou, direct links en direct rechts van mij. Het energienet en de windturbines, de vraag die gesteld is door het PAK. Het energienet hebben wij begrepen, of bij het energienet, bij de netbeheerder, is capaciteit geclaimd, hebben wij begrepen, voor de windturbines. Dan de verduurzaming gemeentelijk vastgoed in 2030 en of wij daarmee op schema liggen, vroeg D66 volgens mij. Nou, even voor de helderheid, wat we hebben gezegd is van wij gaan zowel kijken wat betekent als we het in 2040
Dat hebben we gedaan en kunnen we dat ook al in 2030? Wat is daar dan extra voor nodig? En daar zijn we op dit moment vooral bezig met het inventariseren. En dat houdt in kijken naar welk onderhoud moet er plaatsvinden. Gewoon regulier al. En op welke manier kunnen we daar ook maatregelen aan koppelen. Dus daar volgt een prioritering ook uit. En welke maatregelen zijn dan nodig? En wat voor kostenplaatje hangt daar uiteraard aan? En overigens hebben we wel al gedeeld ook binnen het college dat het goed zou zijn als we uiteraard een wethouder duurzaamheid hebben die aanspreekbaar is op allerlei zaken. Maar dat het toch niet goed is als die zou gaan over alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Omdat we ook gewoon een portefeuillehouder hebben gemeentelijk vastgoed. Dus waarschijnlijk zullen dit soort vragen deze specifiek in de toekomst door collega Swiers beantwoord gaan worden. Volgens ons is dat eigenlijk nog veel beter om dat gewoon in het reguliere proces op te nemen. Maar van mij krijgt u uiteraard nog een voorstel later dit jaar over onze duurzaamheidsagenda, laat ik hem zo maar gaan noemen. Partij van de Arbeid had ook twee vragen op mijn portefeuille. Eentje over het onderwijsachterstandenbeleid. U geeft aan dat u blij bent met wat we doen op het gebied van VVE, logo 3000. Maar terecht stelt u de vraag van ja, daar houdt het dan toch niet bij op. Nee, gelukkig niet. We zijn in ieder geval heel blij dat bijvoorbeeld logo 3000 heel breed is opgepakt. Door zowel heel veel kinderopvangpartijen als heel veel scholen. En dat er ook onderling nog afstemming is. Dat ze niet alleen dezelfde hulpmiddelen in de vorm van logo 3000 hanteren, maar ze ook gewoon toepassen op dezelfde manier. En waar ze op dit moment vooral ook flink over in gesprek zijn en in uitvoering zijn, is dat ze ook graag eenzelfde kindvolgsysteem willen gaan hanteren. Zodat het echt gewoon mogelijk is om die hele doorgaande leerlijn goed te pakken te krijgen. Nou, en ook daar hebben wij al ondersteuning ingeboden om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Er is nog veel meer, maar volgens mij moet ik daar nu niet over gaan uitweiden, want daar gaat de voorzitter daar wat van zeggen, denk ik. De meicirculaire, is daar meer ruimte voor jeugd? Nou, u heeft de brief gezien, u heeft de publiciteit in de pers. Zo vlak voor het VNG-congres kwam dat naar buiten, dat er extra geld is. Er komt extra geld. En of dat wel of niet voldoende is, het is in ieder geval substantieel. Volgens mij zijn we daar ook met z'n allen over eens. En de kaderbrief komt ook binnenkort uw kant op. Volgens mij moeten we daar vooral maar eventjes naar verwijzen dan straks. Maar ook voor Koevoorde betekent een aanzienlijk bedrag. En volgens mij ben ik er dan doorheen. Dank u wel. Dan resteert de heer Brink. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik beginnen met de vragen van mevrouw Streur. De blijvingslening, de verzilverlening. We hebben u daar nog niet over geïnformeerd, maar ik zeg u graag toe dat wij u nog voor de zomervakantie, voor uw zomerreces, op de hoogte zullen brengen over de stand van zaken en wat de eventuele uitkomsten daarvan zijn. U hebt een vraag gesteld over hoe het gaat met de binnensport. U hebt vast het persbericht gezien dat deze gemeente met uw welbevinden fors gaat investeren in accommodaties voor de sport, zodat ze ook weer toekomstbestendig zijn. We zijn op dit moment heel nadrukkelijk verbindend bezig, meneer Bonkers, om met die verenigingen in contact te komen. En daarmee in gesprek te zijn. Daar bouwen we een heel mooi proces mee op. En dat gaat volgens mij naar volle tevredenheid van alle deelnemers. Dat proberen we ook te doen met de binnensportverenigingen. Want u weet natuurlijk dat u ondersteunt de breedtesport door de veldsportverenigingen te ondersteunen. En door de dekking van de sporthallen. Maar slechts voor een derde voor de kosten voor de vereniging in rekening te brengen. We zijn inmiddels met twee gebruikers van
groepen gebruikers van sporthallen druk in overleg om te kijken of we met die verenigingen en die sporthallen kunnen verbeteren. Maar misschien ook multifunctioneler kunnen maken en een andere samenhang in die hele verenigingsleven te brengen. Dat is de sporthal in Schoonoord en dat is de sporthal in Dalen. En we hopen dat we die processen goed door kunnen voeren. Maar we moeten ook zeggen dat we wel een beetje aan het maximum van onze capaciteit ambtelijk en bestuurlijk zitten om nog al de volgende stappen te maken. Dus we doen het ook stap voor stap. We willen het grondig doen, we willen het met de vereniging doen. En al die verenigingen zullen meegenomen worden. Want laten we wel zijn, wie weet er beter hoe ze op een moderne manier met hun sport de toekomst in moeten dan die verenigingen zelf. Mevrouw Streur, we zullen niet zonder ze kunnen. Anders kunnen we eigenlijk niks beginnen. Dus ik hoop dat ik daarmee uw vraag beantwoord heb. U hebt nog een vraag gesteld naar onderzoek en die ben ik kwijt. Als u die nog een keer wilt herhalen, dan zal ik misschien inmiddels vast de vraag van de stijging van de WMO-kosten en de monitoring daarvan te beantwoorden. Op dit moment zien we duidelijke signalen dat een aantal kosten omhoog gaat. We zien bijvoorbeeld dat de maatschappelijke opvang, daar heeft het PAK volgens mij ook een vraag over gesteld, zich gaat omvormen tot een vermaatschappelijking waarbij de samenleving veel meer de opvang zal zien in de wijk en buurt van mensen die normaal gesproken naar een beschermde woonvorm zouden gaan. We zien dat die omslag gemaakt wordt. We zien daarmee ook dat de druk op de WMO en de groeps- en individuele begeleiding stijgt. We proberen dat goed te monitoren. Ik probeer met u in de begrotingsvergadering daar van die monitoring wat meer duidelijkheid te geven over wat die prognoses daarvan zijn. Eén ding weten we zeker, die door decentralisatie betekent dat er een uitname zal komen voor de WLZ, dus de wet langdurige zorg, want een aantal van deze cliënten zal juist door die systematiek gefinancierd worden. Dat er ook een bezuinigingsopdracht ligt is helder, want de gemeente Emmen die dat nu voor ons uitvoert heeft nu al een korting gekregen op door dat nieuwe verdeelsysteem, zodat er meer geld naar ene gemeente gaat, minder geld naar de andere. En Emmen heeft daar nu hinder van. En dus wij ook. En dan zien we dat Emmen aan de touwtjes moet trekken om die kosten in de hand te houden. Maar dat betekent wel dat het een soort communicerende vaten zijn. Daar waar het ene keer daalt, stijgt het bij het andere. Maar we zullen die monitoring daar ook op moeten inrichten. U zult begrijpen dat we dit soort effecten met tellen en vertellen gewoon simpelweg nog niet in beeld hebben. Daar zijn we naastig naar op zoek om die inrichting goed te krijgen, zodat we ook aan de juiste knoppen kunnen draaien om die financiën in de hand te houden. Want dames en heren, ik ben er altijd maar wat trots op geweest dat Coevorden de financiën in het hele sociaal domein altijd behoorlijk kon beheersen. En die grip hebben we. En die grip willen we behouden. En die grip willen we ook aanwenden om aan de juiste knoppen te kunnen draaien. Het PAK heeft nog gevraagd over positieve gezondheid en wat dat gaat doen met het beheersen van de kosten. Positieve gezondheid is niet per definitie een vehikel om kosten te beheersen. Positieve gezondheid, en u bent natuurlijk allemaal geïnformeerd, maar ook even voor de mensen op de publieke tribune en thuis. Positieve gezondheid betekent dat de regie voor de gezondheid bij de mens zelf neergelegd wordt. En positieve gezondheid heeft het niet alleen met uw fysieke gezondheid te maken, met uw psychische gezondheid, maar ook hoe is het met uw financiën gesteld. Kunt u meedoen in de samenleving, enzovoort, enzovoort. Hele mooie systematiek. Ik heb goed contact met alle zorgorganisaties en welzijnsorganisaties in deze gemeente. Zij zijn allen bereid om die systematiek toe te wenden. En ik heb als gemeente gezegd dat ik of middels de regio-deal of middels andere manieren bereid ben om ze daarbij te helpen. Om daarin ook gezamenlijk op te trekken. Want de kracht is natuurlijk dat je allemaal met dezelfde systematiek werkt. En ook op die manier een gezamenlijke taal ontwikkelt. Zodat je ook weet waar je het over hebt. Maar het heeft dus niks met financiering te maken. Ik hoop wel dat het uiteindelijk de eigen kracht van mensen zal versterken en daarmee ook de vraag naar zorg beheersbaar zal houden. Maar ik zie het wel als een neveneffect, moet ik u zeggen. Het nieuw beschut, wanneer functioneer je goed?
Ik moet u eerlijk toegeven dat ik geen specialist ben op het werken met cliënten die een beschutte indicatie hebben gekregen. Als u zegt, ik wil weten wat daar de criteria voor zijn, zal ik ze u graag geven. Ik heb ze hier niet paraat. Dat is mijn vakgebied niet. Ik kan dat even zo niet overzien. Ik moet daar varen op de deskundigen die zeggen, nu bent u geschikt voor deze functie, voor die baan of voor die activiteit. Dat doen deskundigen. En bij de een zal daar een ander criterium aan hangen dan bij de ander. Ook met het beschikbare werk, wat er al dan niet is. Maar ik zal het voor u navragen. U krijgt daar voor mij een antwoord op. De vraag van de VVD over shared savings, hoe meet je? Shared savings is natuurlijk een systematiek die wel heel erg met financiering te maken heeft. Wij proberen daarmee preventie en voorkomen te financieren vanuit de gelden die je bespaart door preventie en voorkomen. Dat doen we, dat shared savings project, doen we samen met Sylvan Kruis Achmea. Want ook de kosten en die zij besparen, worden opnieuw besteed voor hetzelfde doel. Dus de gemeente doet dat. We hebben daarmee de factusgegevens, zijn daarbij heel belangrijk. Wij gaan aansluiten bij de factusgegevens bij een beperkte groep, en dat zijn de groep van kwetsbare ouderen, in een beperkt gebied, om zo het experiment ook echt aantoonbaar te laten werken. En als het niet werkt, is het experiment ook gelukt. Want dan weten we dat we dit soort financiering niet zouden moeten kiezen. Maar wij veronderstellen, ook vanuit de ervaringen in andere gemeentes en andere gebieden in Nederland en ook in het buitenland, dat het shared savings een manier van financiering is die wel eens zo goed zou kunnen werken. En wij zouden daar graag aan bijdragen. Dat doen we ook samen met Kans voor de Veenkoloniën. Kans voor de Veenkoloniën die ondersteunt dit experiment ook. Daarmee kunnen we ook de governance van het experiment goed financieren. Wij hopen dat shared savings de meetbaarheid, en dat richten we dus samen in met Zilveren Kruis, de resultaten op zal leveren wat wij er eigenlijk van verwachten. Volgens mij ben ik door de vragen heen en heb ik er nog eentje van mevrouw Streur. Goed. Die zou ik niet graag willen missen. En die mevrouw Streur die gaat die nu stellen. Dank u wel, voorzitter. Oh, nou ben ik hem kwijt. Dat is ook toch wel... Ai! Godverdrie. Ja, ik heb... Nou, oké. Okay. Het ging met name over het onderzoek naar het tevredenheidsonderzoek bij cliënten die gebruik maken van de hulpmiddelen van Meira. Dus ja. Enquête gehouden en mijn vraag was of u weet wanneer die resultaten bekend zijn van het onderzoek. Zodra ze bekend zijn, zullen we ze u meedelen. Nee, dat begrijp ik. Maar ik zou het niet, ik weet het zo niet in mijn hoofd wanneer die... Dat was echt bekend. Dat weet ik zo niet. Okay. Ja? Goed, daarmee zijn de vragen aan de heer Brink. Nee, niet helemaal volgens de heer Hoedemaker. Ik wil de raad bedanken. Nee, wacht even, niet helemaal volgens de heer Hoedemaker. Althans, okay. Die steekt zijn vinger op. Dus de heer Hoedemaker heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had de wethouder nog gevraagd om een antwoord over de begeleidingssubsidie van 8500 euro. Is dat naar RATO? Of is dat voor ieder dienstverband? Dat staat namelijk in de beantwoording van de schriftelijke vragen. Ik vind per dienstverband 8500 euro subsidie gegeven wordt. Mag ik u daar een technisch antwoord op dichten? Want ik heb hem hier niet paraat, hoor. Echt niet. Oké. Okay. Dank u. Hoor ik graag van u. Ook geregeld. Nee, de heer Mulder voelt ook nog de behoefte om antwoord te krijgen op een vraag. Ja, ik had nog een vraag gesteld over denkrichting voor het Shared Facility Center. Ja, maar we waren nog niet aan het eind, want ik had al bedacht dat de heer Zwiers nog recht op een reprise zou moeten hebben, want deze vraag lag er nog, inderdaad. Mijn excuus aan de heer Mulder. Deze was ik even kwijt. Ja, het gaat erom dat die shared facilities gebruikt worden, zowel door overheid, door onderwijsinstellingen als bedrijfsleven. Daar hoort zeg maar kennis bij elkaar te komen. Wij denken met elkaar in deze regio dat we die shared facilities of fab labs of centers of expertise of centers of noem maar. Hè. Dus dat willen wij heel graag met elkaar gaan realiseren. Nou, en die denkrichting die zit overigens ook in de regio-deal. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat het bedrijfsleven en met name het onderwijs elkaar beter vinden. En dat de overheid dat probeert wat te faciliteren of aan te jagen.
En er zijn al diverse bedrijven die daarmee aan de slag zijn. Er zijn ook wat, wat voorbeelden misschien al. Kennispoort Drenthe is daar mee bezig om daar ook in te ondersteunen. Om innovaties op een plek bij elkaar te brengen die voor studenten en voor het bedrijfsleven op een goede manier worden ingevuld. En dat is een beetje de denkrichting. Breng kennis en ondernemers dichter bij elkaar, zodat je ook kunt laten zien welke mooie dingen je met elkaar maakt. Goed, dank u wel. Voor mij is dan de inventarisatie wel zo'n beetje compleet. Ik zou u willen voorstellen om, nu de vragen zijn beantwoord, het hierbij te laten voor wat betreft die vragenronde. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat u zich daarmee in staat voelt om nu een oordeel uit te spreken over het gevraagde raadsvoorstel. Dus heeft u behoefte aan een schorsing, dan wil ik dat ook graag overwegen. Maar ik kijk ook even naar de klok en het tijdstip van de dag waar we nu zijn beland en het feit dat we nog een motie te gaan hebben. Geen behoefte aan een schorsing. We kunnen gewoon nu naar de behandeling van het gevraagde voorstel toe. Oké, dan begrijp ik dat er deels andere woordvoerders aan de orde zullen zijn en de heer Holtis zal dat doen namens de BBC 2014. Hij heeft het woord. Nou, dank u wel, voorzitter. Ik heb de neiging om kort te houden, maar dat zou geen recht doen aan het jaarverslag. BBC 2014 is blij met de realisatie van het resultaat over het boekjaar 2018. Daarvoor complimenteren wij graag onze inwoners, ambtelijke organisatie, college en onze raad. Ondanks de tekorten op de jeugdzorg en de GGZ, die bij ons tot op heden minder prominent zichtbaar zijn, heeft onze gemeente het goed gedaan. Complimenten ook aan het college voor de keuzes die hiervoor in het verleden zijn gemaakt. Een financieel gezonde en stabiele basis is voor onze gemeente een luxe. En laten we ons dat ook vooral beseffen. We hebben nog veel ambities waar we graag bij het kaderbrief in juli nog op terugkomen. Alhoewel we in de gemeente Koevoorden een goed op te vangen tekort op de jeugdzorg hebben, vindt BBC 2014 het storend en ook een beetje stuitend dat onze Rijksoverheid wel de taken overdraagt, maar daar niet de juiste hoeveelheid geld bij verzorgt. Het lijkt een landelijk probleem, maar één die wel om meer aandacht en ondersteuning vraagt. Het Rijk wil er niet alleen over het geld gaan, maar schrijft ons deels ook nog voor waar het aan te besteden. We krijgen de taken overgedragen, maar de Rijksoverheid bepaalt hoeveel geld we krijgen en er worden ons verdere verplichtingen opgelegd. Dit laat zien dat onze regering liever niet loslaat, in ieder geval nog niet, en nog niet het volste vertrouwen heeft in ons als gemeente. Wij zijn juist als eerste de overheidsorganisatie die dicht bij de inwoners staat en wel gelooft in de kracht van onze samenleving en onze inwoners. De Rijksoverheid heeft aangegeven meer tijd en geld liever aan het extra aflossen van haar staatsschuld te besteden. Onnodig volgens onze fractie. Wij zouden daarvoor liever onze inwoners extra ondersteunen en in het bijzonder de jeugdzorg vanwege de decentralisatie van de taken die we er sinds 2015 bij hebben gekregen. BBC 2014 ziet verder een jaarrekening waarin we met vertrouwen naar voren kunnen kijken. Wij vinden wel dat er meer zicht moet komen op de effecten van de economische house op het domein van actief voor werk. Zijn nog dezelfde inspanningen nodig om mensen te begeleiden? Of dalen juist de inspanningen mee met de daling van het aantal te begeleiden mensen? Wij vragen de portefeuillehouder hoe hij hier naar kijkt. BBC 2014 vindt het goed om te lezen dat er ruimte is voor ambities. Ruimte die ook weer niet heel riant is, maar voor Koevoorden begrippen wel een luxe. Er valt iets te kiezen. De zoveel tijd stijgt door naar boven de 30%. Bij BBC 2014 is dat gezien de risico's in de balans en de weerstandsvermogen niet geheel nodig. Daarentegen kan het ook weer snel gaan. Wanneer de kapitaalintensieve projecten moeten worden uitgevoerd ten aanzien van onze fietspaden, onze bruggen, completeren van onze rondweg en de herstructurering in het dorp en de realisatie van de binnenstadsvisie. Weer meer geld lenen betekent minder solvabiliteit. Onze fractie zal hierin scherp blijven om voor onze inwoners de juiste afweging en keuzes te kunnen blijven maken. Onze fractie is van mening dat we goed in controle zijn. De cijfers laten dit immers ook zien en wordt bevestigd door de accountantsverklaring. Daar is uit onze fractie veel waardering voor. We hebben daarvoor gestreden en daar willen we graag de komende jaren van profiteren, zonder weer af te zakken. Met geld kun je geld maken, wordt er in het ondernemersland geroepen. Dat werkt zo ook bij de overheid. Het onderzoek naar de tarieven voor de OZB hebben wij tot ons genomen. Ons standpunt blijft dat we, nu het goed gaat in de Koevoorden, serieus blijven kijken naar mogelijkheden om lasten te verlichten.
Dit mag echter niet ten koste gaan van ons vestigingsklimaat voor inwoners en onze ondernemers. Richting begroting zullen we ons als BBC 2014 beraden op de ontwikkeling van de lokale lasten en zullen we ook specifiek kijken naar de effecten voor de agrariërs. Voorzitter, we kijken met een heel goed gevoel terug op 2018 en de behaalde resultaten. Belangrijk daarbij is dat we in controle zijn en ook blijven. Dat we onze ambities, opgebouwd samen met onze inwoners, en het belang van diezelfde inwoners kunnen verwezenlijken. Wanneer ook onze Rijksoverheid daarin een betrouwbare financierder is, hebben we daar als BBC 2014 nog meer vertrouwen in dan we op dit moment al hadden. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Wie mag ik als tweede over dit onderwerp het woord geven? Mevrouw Sieben, VVD. Dank u wel, voorzitter. Het jaarverslag is duidelijk. De vragen die er zijn worden keurig beantwoord en toegelicht. Complimenten van de VVD voor de wethouder en ook voor de ambtelijke organisatie. Als oppositie hadden we de uitgangspunten en cijfers graag neergezadeld. Alles blijkt echter gebonden aan regels, aan verordeningen en aan nog meer regels. En die, zo blijkt wel uit de goedkeuring van de accountant, correct worden toegepast. We blijven echter scherp en kritisch gedurende dit jaar. Vergeleken met de afgelopen jaren lopen de overschotten steeds verder terug. Waar we in eerdere jaren 4 tot 5 miljoen euro overhielden, met in 2017 nog 3 miljoen euro, is dat nu nog ongeveer 900.000 euro. Op zich een goed resultaat, want wat de VVD betreft hoeven we niet op te potten. We zijn geen spaarpot. Een kritische noot hierbij is wel dat de algemene reserve steeds gevuld werd met deze overschotten. Daar komt bij dat we op de middellange termijn als gemeente steeds meer taken naar ons toe halen. Hetgeen ook een steeds groter beslag legt op de ambtelijke organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het raadsakkoord. Denk aan de biodiversiteit, waarvan de heer Huizing al aangaf dat hij nog niet weet wie dit idee verder moet uitwerken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de taken voor de jeugdzorg die aan de gemeente worden toebedeeld. We moeten als raad kritisch zijn op de investeringen en uitgaven. En de investeringen zullen er gedaan moeten worden, gezien alle ambities die het college en deze raad heeft. Er is nu ruimte om die ambities uit te voeren. Maar de financiële consequenties die deze ambities met zich meebrengen, kunnen niet alleen maar worden afgewenteld op de inwoners. Het is van belang om juist de inwoners mee te laten delen in de positieve ontwikkelingen en in de economische groei. Om te laten zien dat alle investeringen die gedaan worden en alle positieve ontwikkelingen die de gemeente doormaakt, voor iedereen zijn en niet sec voor bepaalde groepen. Hier zullen we in het vervolg van deze cyclus bij de begroting en de kaderbrief nog nader op terugkomen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Siebe. Ja, ik zie diverse vingers. Ik ga maar gewoon het rijtje af. Meneer Mulder, Partij van de Arbeid, en dan ga ik naar mevrouw Driehuis. De heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. De jaarstukken 2018 laten zien dat wij als gemeente Coevorden in een gezonde financiële positie verkeren. Ik wil dan ook college, ambtelijke bijstand en het Audi-comité bedanken om dit zo overzichtelijk weer te geven. Mijn inspanningen die zijn wel nodig om deze positie te behouden. Onze financiële situatie staat onder druk, bijvoorbeeld door de decentralisatie van de jeugdzorg vanuit het Rijk. Wij als PvdA-fractie zullen ons ook zeker inspannen om dat via de landelijke partijlijn zo positief mogelijk te laten landen voor ook Coevorden. Wij zijn ook blij wat we in het jaarverslag lezen over de ruimte die is gegeven aan het gebruik van de Doe-mee-pas. De inzet daarvan, maar ook de opvolging die weer is gegeven aan de mensen die het gebruiken. En wat wij deze week nog hebben kunnen lezen, de activiteiten die ook nu weer daarvoor worden ingezet. En
De financiële positie die staat onder druk, wat ik net aangaf. Maar wij denken dat wij met de huidige invulling en plannen die voorliggen en die wij ook nader aan zullen kaarten in de kaderbrief, daar een goed gevolg aan kunnen geven. En wij zijn dan ook zeer content met het resultaat wat er nu voor ligt. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Driehuis, pak. Dank u wel, voorzitter. Twee weken geleden zijn alle technische vragen op, met betrekking tot het jaar, de jaarrekening op uitstekende wijze beantwoord. Net als de paar vragen die daarnet nog werden gesteld door alle betrokkenen. Waarvoor een woord van dank en complimenten wat ons betreft op zijn plaats is. Het jaarverslag is een weergave van de uitvoering van het beleid van de achterliggende periode 2018. En het geeft inzage in de stand van zaken. Het is over het algemeen wat ons betreft niet het meest spannende onderdeel van de PNC-cyclus. Omdat het vooral achteruitkijken is. En wij kijken dan ook wat dat betreft meer uit naar de kaderbrief in de komende begroting. In zijn algemeenheid constateren we dan ook dat er weer sprake is van een goed financieel beleid. En dat we daarnaast heel veel beleid hebben uitgezet. En dat er veel beleid in ontwikkeling is. Beleid waar de komende jaren over te spreken komen of in gesprek zullen blijven. Maar ook grote projecten als de centrumplannen, Dutch Tech Zone, die we positief kritisch zullen blijven volgen. En waarvan we van, zeker van de laatste het komende jaar wel resultaten willen gaan zien. We zien als PAK-fractie verschillende uitdagingen in de komende jaren. Zowel voor zowel college als raad. Namelijk hoe geven we met elkaar invulling aan de verschillende onderdelen van het raadsakkoord. We hebben met de werkgroep duurzaamheid al een mooie eerste stap gezet. En nu is het ook zaak om de andere projecten op te pakken. En durven we met elkaar ook de moeilijke beslissingen te nemen, zoals wat gaan we doen met die energietransitie. We hebben vandaag een voorbeeld daarvan behandeld, in de zin van het zonnepark rondom Steenwijksmoer. En laten we er in die gevallen vooral voor zorgen dat we die inwoners blijven betrekken bij die grote projecten die van invloed zijn op die leefomgeving. Maar ook, hoe houden we grip op de uitgaven binnen de gemeentelijke domein, binnen het gemeentelijke domein zoals de jeugdwet en de WMO. En hoe zorgen we er op beleidsmatig en inhoudelijk niveau nog meer voor dat we meer aan de voorkant inzetten op die positieve gezondheid en preventie in plaats van aan de achterkant door te ondersteunen en te zorgen. Het is niet iets wat we in één raadsperiode voor elkaar krijgen, want dat vraagt gedrag en cultuurverandering en in zijn algemeenheid is dat iets van de lange adem. Maar we zijn heel blij dat de wethouder dit net nog heeft toegezegd dat hij hier volop wil gaan inzetten. En heel belangrijk ook, hoe houden we grip op die verbonden partijen? Want daar zitten nog erg veel onzekerheden die ons veel geld kosten. We zien dat we hier met de werkgroep steeds meer vat op krijgen. En de samenwerking met de verantwoordelijke accounthouders binnen de gemeente wordt steeds beter. En dat maakt dat we als raad ook veel meer inzicht en dus ook grip krijgen. Maar het blijft lastig als één kleine gemeente in een groot provinciaal geheel. We gaan akkoord met het raadsvoorstel zoals het er nu ligt. En dat was mijn bijdrage. Nou, helder. Dank u wel. De heer Hoedemaker, D66. Voorzitter, Koevoorde sluit het boekjaar 2018 af met een nadelig saldo van €223.000. Maar het tussentijdse resultaat van het halfjaarrapportage 2018 was 1,1 miljoen positief. En dus blijft er een positief jaarresultaat van bijna een miljoen over. Het blijft voor mij nog altijd een beetje wennen aan deze systematiek. Laat echter onverlet dat D66 enorm is ingenomen met het resultaat. Het jaar 2018 ligt achter ons, maar het destijds ontwikkelde beleid ziet uiteraard op de toekomst. Dus daarom een aantal woorden. Aan deze jaarrekening. Voorzitter, het is natuurlijk niet allemaal hosanna. Inhoudelijk ziet D66 in het streven naar meer toerisme uit China een weinig milieubewuste en vanuit geopolitiek oogpunt hachelijke ambitie. Ook zijn we er niet van overtuigd dat dit aansluit bij de wenselijke schaal. Het uitkeringsbestand nam in 2018 met 11% af en dat is mooi. De economie trekt aan. En de ambtelijke organisatie slaagt er blijkbaar steeds beter in
om mensen van een baan te voorzien. Maar er was een overschrijding van de kosten voor het aanbieden van jeugdhulp. Een dergelijke ontwikkeling, voorzitter, is zorgelijk. Gelukkig is er in VNG-verband met succes gelobbyd voor meer geld. Maar D66 heeft het idee dat er nog steeds winst te behalen valt in dit domein. Coevorde heeft dan een inhoudelijke slag geslagen met onder meer de inzet van praktijkondersteuners jeugd en zorg op maat. De ervaringen in gemeenten in Friesland waren echter dat dit leidt tot minder zorgvragen en lagere zorgkosten. In Coevorde zien we niet alleen de zorgvraag toenemen, maar nemen ook de kosten per individu toe. De portefeuillehouder heeft al aangegeven dat de raad ervan uit mag gaan dat er aandacht blijft voor deze zorgelijke ontwikkeling. Voorzitter, het antwoord van de wethouder op mijn vraag over het goed functioneren in beschut werk bij de EMCO houd ik nog te goed. Evenals duidelijkheid over de hoogte van de begeleidingssubsidie per werkplek. Tot slot nog even dit, voorzitter. Het is jammer dat er geen omgevingsvisie in BOC-verband komt. Infrastructurele rotzooi ontstaat, zo weten we allemaal, aan gebiedsgrenzen. Een gezamenlijke omgevingsvisie was volgens D66 een uitgelezen kans geweest om dit te voorkomen. Het is zaak dat de saamhorigheid en eensgezindheid die we, althans in dit huis, inmiddels kennen vanuit de regio-deal, ook hier voorkomt dat gemeenten tegenover elkaar komen te staan. Overigens is D66 blij met de aanpak op lokaal gebied, namelijk de labachtige setting waarmee we de omgevingswet willen aanvliegen. Tot zover. Dank u wel. De heer Bouwers, PPC. Dank u wel, voorzitter. Wat de PPC betreft kan dit kort gaan. Het jaarverslag van 2018 is goedgekeurd door de accountant. Nou, en die is ook besproken en ook allemaal goed bevonden. En het positieve getal is €953.000. Keurig voor elkaar. En, nou, wat willen wij nog meer? We hebben hele andere tijden gekend. Dus wat dat betreft, de stijgende cijfers zitten erin. En we hopen dat we dit de komende jaren vol kunnen houden. Wij keuren dan ook dit jaarverslag als PPC ook goed. En wij hopen dat wij in de toekomst ook de goede resultaten mogen zien. En wij zullen onze punten in de begroting voor 2020 zullen wij de komende tijd laten zien. En wat ons betreft, wij gaan akkoord met het raadsvoorstel. Helder, dank u wel. CDA, mevrouw Katerberg. Ja, dank u wel, voorzitter. We maken het niet meer ingewikkeld en lang, misschien wat licht en luchtig. Het jaarverslag. De laatste tijd zijn er meer jaarverslagen voorbijgekomen. Ik bedoel bijvoorbeeld die van het Bosbad in Swinderen en die van Dorpsbelang in Dalen. Laten we practicen wat we preachen en daar dan ook aandacht aan geven. Want daarmee kunnen we zorgen voor verbinding en participatie en recht doen aan die gouden vrijwilligers. Gelukkig is daar vorige week in de commissie ook de toezegging gedaan dat de agendacommissie zich gaat buigen over de procedure waarop we daarmee omgaan. Fijn. Nu ligt het jaarverslag 2018 van de gemeente zelf en opgesteld en gecontroleerd door professionals voor. Maar verdient zeker ook een compliment. Het verslag, maar ook de beantwoording van de technische vragen zijn helder en duidelijk. Daardoor groeit vertrouwen. Het biedt een goede, ook financiële basis om op verder te bouwen in deze bestuursperiode. Wij wachten de kaderbrief af en zullen daar uitgebreider op reageren. Wij kijken mee vooruit. Dank. Dank u wel. Eindig toch nog poëtisch. Ja, ik kijk nu voor in deze beoordelende ronde opnieuw naar het college. Maar nu voor de reacties, voor zover die nog aan de orde moeten zijn. Eerst naar de portefeuillehouder. De heer Zwiers. Dankjewel. Allereerst bedankt
namens het college voor de complimenten die wij krijgen. En ik denk ook wel namens de ambtelijke organisatie. Het is toch altijd even weer een dingetje, zeg maar, om dat volgens de regels weer helemaal goed te krijgen, zo'n document. En er werd al door de VVD iets gezegd over al die regels. Daar kan ik het niet mee oneens zijn. Dat gevoel heb ik namelijk zelf ook wel eens. Alleen, ja, we weten ook dat dit voorschriften zijn. En daar moeten we ons dan maar aan houden. En we maken daar het beste van. En we zien het soms ook gewoon dan maar weer als een uitdaging. BBC die had het over in control. En ik denk dat dat vooral ontzettend belangrijk is in deze tijd. En dat we in control zijn. En dat gevoel, dat hebben we denk ik in de afgelopen jaren opgewerkt. En dat hebben we met elkaar bereikt. Als ambtelijke organisatie, maar ook dankzij u als raad. En dat voelt goed. Dat voelt voor een wethouder financiën echt heel goed. Dat dan de overschotten op dit moment teruglopen, hè, wat de VVD constateert. Ja, dat is eigenlijk een heel groot compliment, zeg ik dan maar. Want dat betekent volgens mij, en ik leg dat ook maar zo uit, dat wij steeds beter begroten. Dan wil ik toch nog even memoreren dat de aanvulling op de reserve, dat we daar standaard nog steeds 1 miljoen in storten. En nou, we hebben misschien wel de bedoeling om dat misschien nog wel wat meer te doen, maar er zal ook wel onttrokken moeten worden. Ja, we gaan even, want uw uitleg roept commentaar op van mevrouw Sieber. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor u bijna zeggen dat, u zei net, dat het compliment is dat we goed begroten nu. Maar was dat eerdere jaren niet zo dan? Nou, volgens mij hebt u mij dat niet horen zeggen. Beetje verscholen. Ik kan alleen maar, zeg maar praten over de periode die ik zelf heb meegemaakt. Dus ik laat me geen andere uitspraken ontlokken, Marcus. Dan even naar het pak. Ja, grip op die regelingen, dat we dat niet hebben, kost heel veel extra geld, heb ik u horen zeggen. Nou, volgens mij weten we dat nog niet. Want als we grip krijgen, kunnen we daarna pas constateren of het beter wordt. Dus dat vind ik toch wel een opmerking waarbij we soms ook de gemeenschappelijke regelingen wel eens een beetje wegzetten als volledig niet onder controle. En dat gaat mij toch echt wel te ver. Verder, ja, ik ben zelf accountant en ik heb altijd al ergens wereldkampioen in willen zijn. En ja, dat is in dit geval achteruitkijken. Want accountants worden ook wel eens wereldkampioen achteruitkijken genoemd. Nou, dat is ook een kunst, denk ik dan. Verder, eigenlijk wat mij betreft, nog even in zijn algemeenheid. We hebben in deze jaarrekeningen een hele hoop zaken laten zien. En ook verantwoording afgelegd via de jaarrekening over projecten in alle portefeuilles. En dat barst van de verbinding. En dat barst ook van de verbinding zoals ik hem heb ervaren in dat afgelopen jaar. En dat kan altijd beter. Maar we gaan daar wel mee door. En ik ben nog steeds heel erg trots op dat mooie boek dat ook voor een deel in de kosten van deze jaarrekening zit. Dank u wel. Anderen nog iets toe te verhandelen van datgene wat nu nog is gebracht? De heer Brink niet. De heer Huizing nog een enkel punt. Gaat uw gang. Misschien, ik denk mede namens collega Brink een stemverklaring. Volgens mij zijn er een heleboel mooie dingen gezegd over onze portefeuilles. Maar heel veel dingen waar we het ook volgende maand bij de kaderbrief weer over gaan hebben. En ik denk dat u zeker op dit tijdstip niet nu een verhaal wilt hebben en over een maand hetzelfde verhaal. Dus wij laten het hier even bij. Goed. En als de tweede termijn niet erop wijst dat u dat beter niet had kunnen doen. Dat gaan we nu even ophalen. Is er behoefte aan de tweede termijn? Nee? Het gevoel dat daar voldoende over gesproken is. Dan kunnen we overgaan tot besluitvorming. Dan sluit ik ook de beraadslagingen. Dank aan de beantwoording en de reactie vanuit het college. Ik mag denk ik uit uw bijdrage opmaken dat u met algemene stemmen kunt instemmen met het gevraagde voorstel om het jaarverslag met daarin de jaarrekening vast te stellen, kennis te nemen van het accountantsverslag en het negatieve rekensaldo van €223.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Dat is al dus conform besloten. Goed, dames en heren, daarmee zijn we aan het toegevoegde agendapunt motie vreemd aan de orde van de dag.
ligt hier voor me, ondertekend door een drietal fractievoorzitters. En aan het begin van de vergadering werd al gememoreerd bij het indienen van het agendaverzoek dat in ieder geval de heer Ten Berge daarover het woord zou willen voeren. Dus ik geef hem graag de gelegenheid vanaf zijn locatie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even afsluiten en dan met nog een beetje duurzaamheid erin te brengen. Ik heb verder geen verhaal, vanwege de tijd. Vanwege de tijd denk ik dat gewoon de motie voorlezen en dat dan wel duidelijk is. Dat is dus de Raad van Koevoorden in vergadering bijeen op 18 juni 2019. Constaterende dat er een aantal aanvragen voor het plaatsen van windmolens zijn voor eigen energieverbruik. Dit vooral gevraagd wordt door veehouders die hun bedrijf zodoende duurzamer maken. Er zijn nu windmolens zijn van 15 meter nakhoogte en 21 meter tiphoogte die energie-neutraal produceren, waarvan er al 240 in Nederland staan, voornamelijk in Groningen. Deze windmolens niet storend zijn in de omgeving, omdat de nakhoogte van de gebouwen ongeveer dezelfde is als de nakhoogte van de molens. En de wieken zijn gemaakt van larixhout uit Drentse bossen, ook duurzaam. De capaciteit van deze molens is niet voldoende om alle energie te leveren en daardoor vul je prima aan bij de zonnepanelen op het dak. Er is dan altijd duurzame stroom aanwezig. De combinatie windmolen en zonnepanelen, de ideale mix, is voor het opwekken van een hoeveelheid stroom die continu op een bedrijf nodig is. En daardoor het elektriciteitsnet nauwelijks belast. Nou. Overwegende dat de gemeente Koevoorden beleid heeft tegen het uitbreiden van windmolens boven de 12 meter. Deze molens niet commercieel zijn, maar alleen voor eigen gebruik. De provincie Drenthe het plaatsen van deze windmolens met maximaal 40% POP 3 subsidies ondersteunt. En er meerdere gemeentes in Drenthe zijn die beleid maken voor het plaatsen van deze molens. Verzoekt het college versneld te komen met beleid en mogelijkheden om deze windmolens te plaatsen. Ik heb nog bijna 3 batterijen leeg. Die van iPad van mezelf. Dus verzoekt het college versneld te komen met beleid en mogelijkheden om deze windmolens te plaatsen. Duidelijk te omschrijven dat deze windmolens alleen voor eigen gebruik zijn en niet storend mogen zijn in de omgeving. Zo goed mogelijk te peilen naar draagvlak door middel van een zo goed mogelijk informeren van betrokkenen in de omgeving. Of de aanvrager dit te laten doen en aan te leveren bij de aanvraag van de vergunning. De aanvragers op korte termijn een maatwerkoplossing aan te bieden. En gaat over tot de orde van de dag. BBC, CDA, Partij van de Arbeid. Ik dank de heer Ten Berge. Ik kijk ook even naar de mede-indieners van de motie. Nee, er is nog een vraag van de heer Hoedemaker. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik vraag me af wat juist de BBC ertoe gebracht heeft om deze motie in te dienen. Nou, omdat u het niet gedaan heeft. Ja, maar in uw verkiezingsprogramma, op basis waarvan u de grootste partij geworden bent, geeft u aan dat u tegenstander bent van windmolens. Dat heb ik nou net aangegeven, dat daar beleid is dat we dat niet willen uitbreiden. En dat we nu in het kader van vooral uw duurzaamheid, dat we daar echt mogelijkheden voor zien en dat deze niet storend zijn. Die molens waren er toen nog niet, dat kon ik toen nog niet vertellen. Dus het zijn voortschrijdende inzichten misschien. Ik ben altijd heel erg voor voortschrijdende inzichten. Maar wat gebeurt er als buren tegen deze windmolens zijn? Nou, dan heb je niet goed geluisterd. Dat heb ik voorgelezen in de motie. Zo goed mogelijk te peilen naar draagvlak door middel van zo goed mogelijk informeren van betrokkenen in de omgeving of de aanvrager dit te laten doen en aan te leveren bij de aanvraag van de vergunning. Dus u verwacht dat de indiener van de motie met zijn buren, of van de aanvrager van de molen,
Ja. Met zijn buren, ja, het is al laat. Ja. Met zijn buren in overleg gaat en dat die buren ook volmondig ja zeggen. Nee, dat verwacht ik niet, maar ik wil graag hebben dat ze dat gaan doen, uitzoeken. Ik weet voorbeelden waar dat wel gebeurt. Ik weet, dit kan in de postcode roos, dit kan een dorpsmolen worden, alles is hiermee mogelijk. Maar in het kader van de nieuwe omgevingswet zal dat ook de praktijk worden, denk ik, meneer Roedemaker. Ik neem aan. Dank u. U heeft ook nog uw eerste termijn, hè, over dit onderwerp. Interruptie is bedoeld om toelichtende vragen te stellen of een kritische kanttekening bij een gemaakte opmerking. Goed, we kijken even verder naar de eerste termijn. Vervolg, ik zag de CDA-fractie al zich melden, de heer Heling, als ik me niet vergis. Gaat uw gang. Dank u, voorzitter. Ik hoop dat de heer Hoedemaker ook het verkiezingsprogramma van het CDA heeft gelezen. Want het CDA kondigde het in haar verkiezingsprogramma Geef ruimte aan de samenleving al aan. We volgen de ontwikkeling van kleine windmolens met grote interesse. Pagina 15 voor de nazoekers. In de commissievergadering van 12 februari dit jaar heb ik de portefeuillehouder naar de mogelijkheden tot plaatsing van deze molens met een mastlengte van 15 meter al gevraagd. Het antwoord was dat er momenteel geen windmolenopgave meer was. Dat er wel vergund kon worden tot 12 meter en dat maatwerk voor andere projecten in principe mogelijk was als er vraag was. En de vraag is nu daar. Er is een geschikte windmolen voor het buitengebied ontwikkeld. Een bijzonder elegant model nog wel. Ondernemers zien dit als een mooie vorm van energieopwekking en de plaatsing was gestimuleerd door de provincie en zuivelgigant Friesland Campina. Windenergie heeft in combinatie met zonne-energie het voordeel dat de stroom wordt opgewekt wanneer het logischerwijs ook gebruikt wordt en zo het netwerk ontziet. Er wordt weinig van het net gehaald en er hoeft weinig worden teruggeleverd. We vragen het college in deze motie om aanvragers spoedig van maatwerk te voorzien en voor de langere tijd beleid te ontwikkelen die de plaatsing van niet-commerciële windmolens mogelijk maakt. Dank u wel. Kijk over naar de derde indiener, de heer Slomp, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. De PvdA-fractie staat positief ten opzichte van deze kleine windmolens. Daarom steunen wij deze motie. Wat ons betreft bieden zij kansen voor ondernemers, wellicht voor dorpen, stichtingen enzovoort. Maar wat ons betreft, en die inkleuring willen wij graag meegeven, zou de ontwikkeling van beleid voorop moeten staan. Eerst beleid en dan concrete plannen realiseren. En dat beleid zou de volgende elementen moeten bevatten. Waar wel, waar niet. Bijvoorbeeld op een open essenlandschap of in een beekdal misschien niet. Voor wie? Veehouders wordt genoemd, maar waarom zou bijvoorbeeld Bosbad Zwinderen er geen een kunnen plaatsen? Of ik noem maar een recreatiepark. Zou ook kunnen. Hoe regelen we dit ruimtelijk handig en met zo weinig mogelijk gedoe? Iets over maatvoering en iets over draagvlak. En dat draagvlak is een lastig en subjectief begrip, hebben we vanavond gewerkt. Wat ons betreft zou de gemeente iets moeten doen aan draagvlak voor het beleid. En zouden initiatiefnemers iets moeten doen aan draagvlak in hun omgeving. Tot zover. Helder, dank u wel. Mevrouw Driehuispak. Dank u wel, voorzitter. Wij staan in zijn geheel niet onwelwillend tegenover deze motie, maar hebben we daar wel nog een aantal vragen bij. Is er bekend hoeveel van die aanvragen er uiteindelijk gedaan zijn inmiddels? Want er wordt hier gesuggereerd dat er nogal een aantal zijn en wij zijn toch wel benieuwd naar hoeveel dat er dan zijn. U geeft aan dat de combinatie windmolen en zonnepanelen de ideale mix is. Maar is dat dan ook uiteindelijk een voorwaarde? Dus, want ik weet niet of u bekend bent met dit soort windmolens, maar over het algemeen zijn die ontzettend afhankelijk van de windsnelheid.
Dat hebben wij hier niet zoveel, want wij zijn een van de minst, eigenlijk een van de meest windluwe gebieden van Nederland als je naar de windsnelhedenkaart kijkt. Wat maakt dat die windmolens al gauw niet zoveel rendement hebben? Dus en duur, geen lange terugverdientijd hebben. Dus in combinatie met zonnepanelen kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar als solomolen lijkt het me absoluut geen goede investering. En daarnaast ben ik het wel met de heer Slomp eens. Ik denk dat we als we daar beleid op ontwikkelen ook zeker moeten kijken naar de punten die hij heeft aangebracht. Hoe ga je dat landschappelijk inpassen? Wie wel, wie niet? Graag een antwoord op die vragen. En dan kunnen we ermee instemmen. Goed, in die volgorde neem ik aan. Meneer Oudeboon, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben ook nog een aantal vragen wat deze motie betreft. We staan er sowieso welwillend tegenover. Maar toch, waarom wordt er alleen gesproken over veehouders? Ik hoor net de heer Slomp al ergens iets over vragen. Akkerbouwers, ondernemers, particulieren, zie ik nergens staan. Er wordt gesproken over een aantal aanvragen. Welke aanvragen zijn er concreet? Want een aantal is dus twee of meer, neem ik aan. Aantallen. Ik denk dat de CDA daar iets over kan vertellen. Die hoorde ik net van Eddy. Windmolens is niet een fenomeen van de laatste tijd. Hoe is er concreet omgegaan met de aanvragen uit het verleden? En hoeveel zijn dit er geweest? Dat is een vraag die we hebben hierover. En de zin dat windmolens niet storend zijn voor de omgeving, omdat ze gemaakt zijn van Drents larixhout. En daar ben ik zo ontzettend nieuwsgierig naar wat dat betekent. En larixhout snap ik wel. Maar dat we verband met die windmolens en niet storend zijn, begrijpen we niet. Dat is echt, ja precies. En waarom komt deze motie zo ineens uit de lucht vallen en is niet meegenomen in de werkgroep energietransitie? En omdat ik die nu toch hier eenmaal sta, heb ik nog een vraagje erbij bedacht. Het is tenslotte 10:30. De molens mogen niet commercieel zijn. Ja, wat is niet commercieel en wat is wel commercieel? Ik bedoel, gaat het dan alleen om hobbyboeren of iets anders? Graag hierop mijn antwoord. Nou, niet mijn antwoord, jullie antwoord. Ja, helder. Goed. En de heer Heling zal zich straks misschien aangesproken voelen in een tweede termijn om daar deels op te reageren. En anders heeft wellicht de wethouder ook nog wel een bijdrage te leveren in reactie op uw eerste termijn. Maar we gaan eerst de eerste termijn verder afmaken. Kijk even verder rond. Ik heb de heer Hoedemaker wel gehoord bij interruptie, maar... De wind is mij inmiddels volledig uit de zeilen genomen. Dus ik hoor graag de beantwoording van de vragen. Oké, prima. Zijn we daarmee rond, de eerste termijn? Ja? Dan kijk ik naar de heer Huizing voor de beantwoording, of de reactie in ieder geval van de zijde van het college, want er zijn niet zozeer vragen aan het college gesteld. Maar hij vindt er wel wat van. Dat vind ik zeker, voorzitter. En ik heb inmiddels gemerkt dat de heer Terberg en de heer Heling waren ambassadeurs kunnen worden van de kleine windmolen. Zoals de heer Heling inderdaad al aangaf, in februari is in uw raad of in de commissie een rondvraag over dit onderwerp gesteld. En wat ik toen heb aangegeven is, er ligt een raadsbesluit dat er geen windmolens meer bij mogen komen na de inmiddels vergunde windmolens in Wijswold en Europark, Leeuwerikenveld en omgeving. Alleen wat ik toen ook al heb aangegeven is, ik heb het idee dat die weerstand die daartegen is, dat een andere is dan die tegen deze kleinere windmolens. Dat wij toen ook hebben gezien van, of al hebben gemerkt dat er wat interesse is. Van mensen die denken dat het wel rendabel kan zijn. Nou, volgens mij die afweging moeten ze ook vooral in eerste instantie zelf gaan maken. En ik heb toen ook toegezegd dat wij met een voorstel zouden komen en ook gaan kijken wat er met maatwerk nog mogelijk is. Dus eigenlijk een heleboel elementen van de motie die komen wat mij betreft heel goed overeen met wat we toen besproken hebben. Nou, terecht
zijn er een aantal vragen al opgeworpen. En dat is ook, er wordt op dit moment bij ons hard gewerkt aan een voorstel. Alleen daar zitten inderdaad nog een aantal afwegingen in. En een van die afwegingen is waar de heer Slomp het over had. Van ja, moet je nou komen met een generiek beleid? Een facetbestemmingsplan of hoe moet je het ook noemen met wat regels? Of moet je gaan zeggen van nee, er zijn ook nog een aantal mensen die ze nu concreet hebben gemeld. Kunnen we die vooruitlopend op vaststelling van zo'n beleid op een andere manier gaan helpen? En is dat wel echt vooruit helpen? Want dan moet je weer afzonderlijke procedures voor gaan voeren. Dus wat is nou eigenlijk de beste manier? En daar inderdaad een aantal vragen bij. En ik hoef ze niet allemaal te herhalen zoals de heer Slomse stelde. Maar dan gaat het inderdaad, wil je die generiek gaan toestaan? Of wil je bepaalde gebieden of soorten gebieden, wil je die gaan uitsluiten? Wil je gaan kijken of je echt aan de mate van deze, dit type windmolen gaat houden? Of er zijn ook wel gemeenten die daar inmiddels net iets boven gaan zetten. Omdat er één fabrikant is die erg bekend is. Maar er zijn ook nog wel een aantal anderen die daar ook wel interesse in hebben. Ja, moeten we dan die ene fabrikant in de luxe positie gaan zetten? Of moeten we zeggen van nou, als we een hele kleine marge erbovenop doen, dan kunnen anderen misschien ook wel uit de voeten. En dan gaan wij mensen niet richting een monopolist duwen op dit punt. Nou, zo zijn er nog een aantal vragen waarbij ook een van de vragen is inderdaad van ja, en hoe ga je dan om met omwonenden? Nou is het sowieso bij dit type windmolens, ze worden hier richting veehouders. Nou, ik denk dat daar terecht wel een aantal kanttekeningen bij geplaatst zijn. Maar dit is natuurlijk niet het type windmolen wat je midden in een dorp gaat plaatsen. Daar plaats je überhaupt geen windmolen, laat ik er ook helder in zijn. Maar al helemaal niet. Maar ook zeker niet deze kleine windmolens. Dus dat zal sowieso al wat zijn. Misschien kun je ook volstaan met het stellen van een aantal algemene regels over bepaalde afstanden. Uiteraard gerelateerd aan hinder. En los daarvan vind ik, en daar werd terecht al een opmerking over gemaakt door de heer Ten Berge. Ja, in het kader van de omgevingswet en het handelen daarin. Maar eigenlijk vind ik dat een normaal uitgangspunt. Als je wat wilt, als je wat wil gaan bouwen. Als ik een schuurtje wil gaan bouwen, ga ik ook eerst even met mijn buur overleggen van nou, dit zijn mijn plannen. Misschien moet ik ze nog wat bijstellen naar aanleiding van wat opmerking. Dat is volgens mij gewoon een normale manier van omgaan. Dank u wel, de heer Oudeboom. Ja, dank u wel. U zegt net geen windmolens in de bebouwde kom. Dat begrijp ik niet helemaal op particuliere huizen, want er zijn gewoon landelijk al hele fatsoenlijke windmolens, windturbines, zoals een straalmotor van een Boeing 747. Alleen geen Boeing uiteraard. Die gewoon op een dak geplaatst kunnen worden waar niemand last van heeft. Dat is een beetje out of the box, denk ik. Ja, maar volgens mij is dit niet wat nu gevraagd wordt. We hebben het nu over klein. Ja. Laat ik hem dan anders zeggen. Dan ga ik deze vraag niet beantwoorden. Maar laat de indieners van de motie maar aangeven of dat ook het type is waar ze aan gaan denken. Kijk, voor bepaalde zaken zijn gewoon mogelijk. U weet, misschien een heel ongelukkig voorbeeld, maar op onze gemeentewerf in Zwelo. Ik kan wel zeggen, daar staat een windmolen. En of die nou helemaal doet wat destijds heel lang geleden is beoogd, dat niet. Maar daar is beperkte ruimte voor. Maar hier gaat het toch echt over een windmolen en weliswaar een heel klein type. Maar toch nog eentje die, u ziet staan, tiphoogte 21 meter. Nou, dan heb je het toch wel over iets wat de meeste bomen te boven gaat. Ja, ook hier wil ik wel vragen om niet te veel in detail. Hè. De technische discussie hebben over iets wat we van niet eens weten. Hè, waar de vraag precies over gaat. Dus dat wordt toch een beetje gezamenlijk raden dan. Dus meneer Oudeboom. Nou, het is niet heel technisch. Het gaat over windmolens, staat er gewoon duidelijk in. Tot een tiphoogte van een bepaalde hoogte. Dat betekent als iets tot is, dat het eronder ook bij hoort. Lijkt mij logisch. Nogmaals, ik leg deze vraag even neer bij de indieners van de motie, maar laat ik op voorhand gaan zeggen van volgens mij moet u wel even uitkijken wat u nu aan ruimte gaat bieden, want dan kunnen we wel eens hele vervelende situaties krijgen in buurten. Dus ik denk, er is ook nog geen gemeente die dat op dit moment gedaan heeft. De meeste zeggen, dit soort windmolens horen gewoon
op een behoorlijke afstand of een redelijke afstand van andere omwonenden. Ik ben er doorheen, voorzitter, op één klein puntje na. Wat mij betreft is dat nog wel een vraag ook richting indieners, want ik hoor nu wat verschillen over wel of geen maatwerk gaan doen. De heer Slomp was daar vrij expliciet in. Die zei, ondanks dat de motie het wel stelt, op korte termijn een maatwerkoplossing. De heer Slomp was daar duidelijk in. Die zei van nee, dat wat ons betreft niet. Dus ik hoor graag even hoe de rest daarin staat, want dan weten wij waar we onze energie op moeten gaan richten. Dat lijkt me terechte vraag. Goed, helder is over welke modus het volgens het college zou kunnen gaan. Die vraag die aan het college wordt gesteld bij deze motie. Dus als anderen wat anders willen en zich daarbij andere dingen voorstellen, dan moet je de motie amenderen, bij wijze van spreken. Maar dat is waar het nu over gaat. Ik geef het in bespreking voor een tweede termijn, de heer Ten Bergen. Ja, zo. Hij doet het weer. Ja, binnen de bebouwde kom, om bij de laatste te beginnen, dat hebben we niet genoemd. Dus dat mag u verder een keer een motie over indienen. En dan kan dat misschien wel geregeld worden. Alleen veehouders, ja, nou, akkerbouwers geldt daar ook voor. Het gaat om het idee, een molen kan op het moment, past die bij een veehouder, is in combinatie met molens past dat precies. Je hebt, natuurlijk heb je minder wind soms en dan heb je minder verbruik van een molen. Maar als je minder zon hebt en veel wind, dan is dat weer net andersom. Dus het gaat om die curves. En het is technisch bij een veehouder is het zo dat je hebt pieken, 's morgens en 's avonds met melken. S'morgens is er geen zon en s'avonds wel en dan is de wind is dan misschien net andersom. Dat is allemaal berekend, dat staat in die folder. Dus het past prima bij dat beleid. Een toelichtende vraag hoop ik van mevrouw Driehuis en niet al te technisch graag. Nee, dat zal ik niet doen. Ik hoor u nu weer alleen maar over agrariërs en veehouders hebben. Maar is dit nou een motie voor alleen maar die doelgroep? Of is het een hele algemene waar we het net over gehad hebben? Nee, het is in principe voor op het platteland waar het probleem ook ligt op dit moment. Er zijn 4 aanvragers. Die hebben gesprekken gehad op het gemeentehuis. Die informatie heb ik. En daar, die kunnen die subsidie nu krijgen. Dus die willen daarmee aan de gang. Vandaar dat ik ook vraag om een maatwerkoplossing, de wethouder te beantwoorden, voor die mensen. En dat beleid dan vrij snel daarachteraan dat beleid te gaan maken. En waar komt dat vandaan? Dat komt uit de krant. Wij zijn allemaal, we kunnen de krant lezen. We zien dat Tinarlo, De Wolden, nog een gemeente, midden Drenthe, dat die alle 3 daar druk mee bezig zijn, dat beleid voor maken. En ja, hier wordt gesproken over het buitengebied. En dat zei ik net tegen de VVD, als je het over in het dorpen wilt doen, dan denk ik dat een andere motie moet worden. Mevrouw Driehuis nog op dit punt. Hebben die 4 aanvragers ook al zonnepanelen? Nou, dat neem ik aan van wel, want het gaat om de combinatie. Ik ken ze allemaal niet persoonlijk, ik ken er 1 persoonlijk die het wel heeft. Maar het gaat om de combinatie. Dus alleen die molen levert lang niet genoeg stroom. Laat ik zo zeggen. Die kan niet voorzien om een heel bedrijf van stroom te voorzien. Dat zal bij een akkerbouwer net zo zijn als bij een veehouder. Goed, dat was uw bijdrage in de tweede termijn. Uw toelichting, meneer Ten Bergen. Ja, prima. Dank u wel. De heer Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ik ben geen portefeuillehouder, dus ik kan niet zo snel meeschrijven met alle vragen, zoals zij dat altijd wel kunnen. Waarom staan de melkveehouders in? Dat komt met name door Friesland Campina, die de bouw van zulke windmolens stimuleert. Dus leveranciers van Friesland Campina zijn meestal melkveehouders. Dus de vraag zal snel stijgen, dus het beleid moet er snel komen. Terugverdientijd, mevrouw Driehuis. Ik neem aan dat dat door de aanvragen wordt berekend en daar hoeven we ons niet druk over te maken, neem ik aan.
Aanvragers die bij ons bekend zijn, zijn inderdaad melkveehouders. En met niet commercieel wasgebruik, ik weet niet precies wie het vroeg, wordt bedoeld dat alleen stroom voor eigen gebruik wordt opgewekt. Dus niet terugleveren aan het net. En dat is natuurlijk ook wel gewoon een commerciële activiteit. Als u dat zo wilt zien. Maar zo moet u dat zien. Dank voor deze bijdrage en deels reactie op de gestelde vragen. De heer Slomp nog. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het zo dat bij een motie de raad alleen beslist over wat staat na verzoek het college. En alle melkveehouders die de schrijver van deze motie in gedachten had of overwogen heeft, is volgens mij volstrekt irrelevant. De vraag van de heer Oudeboom, VVD, begrijp ik heel goed. Maar volgens mij is dat de volgende discussie. Moeten we nog van beleid voorzien. En volgens mij is daar wel draagvlak voor in deze raad. Dus laten we dat dan eerst met elkaar doen. En laten we dan met elkaar het volgende gesprek oppakken. Van zien we dan ook nog ruimte om in de binnen de bebouwde kom wat te faciliteren of zien we dat niet. Ik heb er op dit moment geen mening over, moet ik zeggen. Wat ons betreft, ik heb het al denk ik duidelijk gezegd, volgens mij moeten we eerst beleid maken. En als ik de wethouder zo hoor praten, dan is die daar mooi mee op streek. Misschien kan die nog enige inkleuring aan een termijn geven waarin en de raad zich bediend kan voelen en er ook nog ruimte is voor snelle vervolgoplossingen voor die concrete aanvragers. Tot zover. Dank u wel. Dat helpt wel een beetje inkleuren, hè? Ook voor het college en voor de portefeuillehouder waar u aan denkt als raad. Dus het is toch wel even goed om het ook even nog naar de overwegingen te kijken. De heer Oudeboom. Ja, meedoet. Dank u wel, voorzitter. De werkgroep Energietransitie. Ik zou nog graag willen weten wat die rol hierin is. Het verhaal over het ladingshout heb ik nog niet gehoord. Ik ben benieuwd wie zich geroepen voelt om daar iets over te antwoorden. En op zich zijn we wel voor de motie. Alleen het blijkt dat het nog wel goed uitgezocht moet worden. Daarna. Dank u wel. Mevrouw Driehuis. Even nog een laatste vraag aan de wethouder. Volgens mij heeft hij inderdaad net al aangegeven dat hij bezig is om een voorstel voor te bereiden. En dan wil ik heel graag van hem horen of deze motie dan min of meer overbodig is. Geen andere vragen meer inbreng in tweede termijn. Dan kijk ik nog voor de laatste keer naar de wethouder. Je mag reageer maar op datgene, of andere indieners, op datgene wat er nog aan vragen op ligt. Maar ik ben het wel met de heer Slomp eens. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om het dictum. En dat er een inkleuring is in de overwegingen. En dat we constateren dat er fraaie molens zijn. Dat zal ongetwijfeld waar zijn. Maar u mag verwachten dat het college dan, mits deze motie wordt aangenomen, natuurlijk komt met misschien wel de opmerking. Er zijn ook heel andere molens die aan dat criterium van bijvoorbeeld maatvoering voldoen. Misschien wel met hele andere bladen. Ja, wie zal het zeggen? Dus ik zou willen vermijden dat we nou in die details komen. Want voordat ik het weet gaan we allerlei wetenswaardigheden uitwisselen waarvan ik zeg nou, het staat toch liever in de bar op een ander moment. Ja. Erg gezellig, voorzitter, maar ik wil toch graag antwoord op deze vragen hebben. Ja, maar ik denk niet dat u antwoord kunt krijgen, want het gaat om het voorbeeld van de folder. Hè? Maar de heer Den Berg doet zijn best. Gaat uw gang. Dit is, de molens worden gemaakt in Hoge Zand. Daar zijn ze ook ontwikkeld. En het hout komt uit Drentse bossen. En dat leek mij leuk om dat er nog even bij in te zetten. Dat er wetenswaardigheid is, meneer Oudeboom. Maar u bent al voor de motie, begrijp ik dus. Maar laten we elkaar dan niet misverstaan. Ik begrijp het toch wel zo dat u niet met de motie wenst uit te spreken dat alleen deze molens dan geplaatst kunnen worden. Want dat moet u zich dan ook afvragen. Dus als u als randvoorwaarde wenst te stellen dat de molens met wieken van Laak zouden moeten zijn, ja, dan moet u dat aangeven. Maar ik heb begrepen, voorzitter, dat de wethouder een mooi plan neerzet. Ik stel voor dat we de wethouder het woord geven. Lijkt me logisch.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien ook een andere vraag, want die naar de rol van de werkgroep duurzaamheid en het onderdeel energie daarbinnen. Volgens mij hebben we daar sowieso, want op zich heeft u gelijk, dit is nou typisch iets wat een individuele inwoner zou kunnen doen of een individuele ondernemer om in zijn eigen energietransitie te voorzien. Dus daar zou die thuis horen, maar we hebben daar ook wel de afspraak van ja, de werkgroep gaat daar later pas mee aan de slag. Als er nu we ergens kansen zien, dan moeten we die vooral niet laten lopen. Dus ik denk dat dit elkaar niet hoeft te bijten. Zeker niet als uw raad zo duidelijk als nu lijkt een signaal afgeeft van nou, het lijkt ons goed dat we hiermee aan de slag gaan. Een termijn is nog een vraag over gesteld van wanneer komt dat. Nou, ergens in het najaar verwacht ik dat te kunnen gaan aanbieden. En volgens mij ligt er nog twee vragen. Eentje over ja, hoeveel mensen hebben iets aangevraagd. Nou, aanvragers zijn er niet. En gelukkig ook maar, want zodra je een aanvraag indient, dan hangen daar ook leesjes aan vast. En omdat dit iets is wat niet mogelijk is, moet je daar de uitgebreide procedure voor gaan voeren. En daar zit ook een aardig prijskaartje aan als het gaat om leesjeskosten. Dus nou, dat is ook bijvoorbeeld een van de overwegingen die we moeten gaan meenemen. Van ja, wil je dat nou allemaal al die initiatiefnemers initiatieven of individueel laten doen, of wil je dat gewoon in één keer goed regelen middels beleid? En daar is ook het een en ander al over gewisseld in deze vergadering. In totaal hebben we op dit moment, zijn er bij mij 5 individuele ondernemers bekend die wel verregaande interesse hebben, laat ik het zo noemen. En ik was nog even behoefte aan een interruptie door de heer Ten Berge. Ja, een korte vraag. U zegt na aanleveren in het najaar. Is dat dan het beleid of de eventuele maatwerkoplossing? Nee, ik ga er nu even vanuit dat de handigste manier toch is beleid. En beleid betekent dan ook meteen dat wij het bijvoorbeeld in de vorm van een facetbestemmingsplan moeten gaan regelen. Dus dan moet die procedure gestart gaan worden. Dus ook een uitgebreide procedure hangt een termijn aan van sowieso 26 weken. Dus voordat zo'n molen echt daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, dan zijn we wel wat tijd verder. Maar het leggen van het ei, dat zal in het najaar zal dat klaar zijn, verwacht ik. En dan is nog de vraag gesteld van ja, is de motie overbodig? Nou, volgens mij is een motie nooit overbodig. En al helemaal niet omdat u als raad nu wel duidelijk het signaal afgeeft van ja, we hebben wat gezegd over windmolens, maar dat geldt niet voor deze kleine windmolens. Van welk merk ze dan ook maar zijn, laten we daar nogmaals helder over zijn. En ja, wat mij betreft, we kunnen wel met alles wat gewisseld is, kan ik als portefeuillehouder deze motie prima overnemen. Nou, dat bespaart u misschien een hele hoop discussie of die nou wel of niet dan nog in stemming zou moeten. We pakken hem sowieso op en gaan ermee aan de slag. Dank u wel voor deze reactie. Dan sluit ik de beraadslaging en dan is de vraag inderdaad bij de indieners. Wenst u deze motie nog in stemming te brengen? Of zegt u nou gehoord de wethouder, vinden we het prima zo? Wel in stemming brengen? Ja? Oké, ja, kan. Goed. Ik hoorde eigenlijk overal wel een voorzichtig positieve benadering met alle vraagtekens die er nog zijn. Maar dan zien we wel wat de wethouder naar ons toe brengt. Is er iemand die zegt ik wens toch tegen te stemmen tegen deze motie? Dat is niet het geval. Dan zien we het algemene stemmen aangenomen. Zo snel kan het toch ook gaan. Dames en heren, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze raadsvergadering. Dank voor de bijdrage en voor uw geduld. Het is nog voor 11, zullen we dan maar positief zeggen. Wel thuis. Vergadering is gesloten.